Niet. Doe het of doen we het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldkampioen worden. Hij redt per uur. Te snel voor ons. God damn it. stay on your fight. Prepkaal. En nog net! Wie is dat? Die wat een Jeff doen is hier. Jeff! Wat is er mis met Dumoulin? Hollands poepen. Hij heeft diarree. Don't stand on my dog, or I cut your head off. Daar is Sam, daar is Sam. Daar is Sam. Daar is hem inderdaad, een nieuwe aflevering van de Zorgclub. Vandaag een man te gast die vijfvoudig Belgisch kampioen is op de 400 meter. Drie keer indoor, twee keer outdoor. Hij is Olympier, die met de tornado's vierde werd in Tokio. Behaalde met de tornado's afgelopen jaar goud op het WK Indoor in Belgrado. Zilver op het EK in München en brons op het WK in Eugene. Welkom Alexander Doom. Hallo, dank u. <laughs> Welkom ook Seppe. Merci Bobby. Ja, mooi. Mooie verzameling, vroeger. Allee, ja. brons, zilver, goud. Dus... Het begint te tellen. Ja. Vanuit kleurtje één, dus uh, dat is niet slecht, denk ik. Nee, nee, nee. nee. Ja, niet slecht, inderdaad. Ja. Ja. Hoe gaat het ermee, Alexander? Goed, ja. We hebben uh, een redelijk mooie start van het indoorseizoen al kunnen, uh, kunnen doen. Dus uh, we kunnen zeker niet klagen. Al op de eerste wedstrijd onze restrictie remiet kunnen lopen, dus... Uh, Eigenlijk niet echt verwacht, want de training was nog niet super, super zoals we wilden. Af en toe zo een klein beetje last van mijn adductor en zo. Dus wat nog niet echt de grootste verwachting, maar dan is het wel meteen de druk er wel af voor de limiet als hij meteen loopt. Dus zeg goed behandeld. Hoe verschillend is dat? Een 400 lijkt mij een heel groot verschil tussen binnenlopen en buiten, omdat je gaat van één ronde naar twee rondes en in je baan blijven naar. Je mag naar binnen snijden. Ja, indoor is sowieso veel tactischer, um, zeker omdat je naar binnen komt. Um, daarom zijn die, die buitenste baan wel handig als je daar kan starten. Um, en ja, dus dan maakt het gewoon super veel moeilijker om, om samen in een groep te lopen, zeker omdat je op ja, zo'n hoge snelheid probeert te lopen. Het minste foutje dat je maakt wordt wordt bijna meteen afgestraft. Um, als je een klein beetje je hand of zo moet zetten omdat je te dicht op iemand zit, word je meteen echt wel snel vertraagd. Dus dat zijn niet echt de, de leukste dingetjes in een 400 indoor, maar dat is part of the game. En je weet dat dat soms wel wat duwen wat en trekwerk is, maar uh, dat heeft ook, ook, ook wel iets, uh, die, die 400 indoor. En ja, ten opzichte van outdoor is dat iedereen gewoon in zijn baan. Uh, Eén toertje proberen te knallen en uh, je ziet wel wat je strandt. Indoor is dat toch wel iets meer... Um, Waar rekening nodig met de tegenstand van die loopt daar, die loopt daar. En, uh, en zo proberen je race op voorhand in te delen, ook al kan dat toch tijdens de wedstrijd volledig anders zijn, dat je, dat je niet had verwacht of, of voorspeld. En uh, dat is een beetje be proberen in te spelen ja, op het moment zelf. Moeten indoor niet, Allee, dat, dat lijkt me zo, moeten die geen kaarten eerst 200 lopen en dan een beetje. Ja, het is, het is dubbel. Je, je moet wel een heel snelle eerste ronde lopen, maar je moet ook maken dat je je tweede ronde nog kan afwerken. Want je kan zodanig hard van die eerste ronde dat je, dat je al na, na 250, 300 plat valt En ik denk dat dat ook niet echt de bedoeling is. Nee, nee, <laughs> Dus um, je, moet dat, ja, je moet echt proberen die feeling te van op dat juiste tempo te kunnen lopen. En um, ja, dat is soms wat, wat zoeken in het begin, zeker in het begin, omdat je toch. Uh, je ja, juiste race pace moet vinden. Ja. Maar elke keer dat, dat je dat wel gevonden hebt, weet iedereen wel van oké, okay, dat is daar ongeveer dat ik moet doorkomen voor dan proberen die tweede ronde dat verschil zo klein mogelijk te houden. Um, dus ja, dat is wat zoeken, maar dat komt wel. goed. Is het ook niet raar dat je zo ineens uit je baan mocht? de eerste keer lijkt me dat van ja, dus dat, dat, dat is gewoon volledig anders dan dat je ja, gewoon zit van van auto. En het moeilijke en het rare eraan is, is gewoon dat je ja, samen in een, in een pakje probeert of zou moeten lopen. En um, zeker als je dan wat met, met grotere jongens of zo zit, of met, met beren van, van kerels die rondloopt, die durven we graag een keer een, een wasetten en doen. Dus dan is dat niet zo simpel, maar uiteindelijk, ja, iedereen loopt dat zodanig veel. Dat hoort dat wel gewoon. Dat is iets dat automatisch begint te worden en dat komt wel goed. Ja, het was. Um... Film uh, deze zondag, zeker. Ja. Uh, ze liepen daar een 300 en ik dacht aan, ah, die gaan een rondje lopen en naar binnenkomen voor die laatste 100. Maar die liepen heel de tijd in, uh, in banen. Nee, ja, 300 is, is nog vast in baan. Um, maar dat is ook zo'n onofficieel nummer dat ze nu toegevoegd hebben. Dus... Um, ja, ik weet ook niet allemaal hoe dat die regels allemaal worden opgesteld of gedaan, maar uh, 300 ja, blijft zo... in de baan. Ik was daar gewoon echt aan het uitkijken. Oh, die, die laatste 100 gaan die naar, naar binnen komen en dan gaat dat spektakel zijn, maar Nee, die... nee dat is niet het geval. Nee, nee juist uh, ja, vanaf 400 wordt alles naar binnen. Um, ja, geen idee waarom. Ja. Uh, hoe is dat begonnen met lopen? Ik um, oh, denk dat ik een jaar of zes was denk ik ongeveer. Um, mijn papa liep altijd lange afstand, marathons, halve marathons. En uh, toen ging ik altijd mee met de fiets. En um, zo ben ik daar eigenlijk een beetje ingerold. Eerst altijd mee gaan met de fiets wanneer mijn papa aan het lopen was, en dan uh, keer zelf blijkbaar gezegd van ik wil dat ook doen. En dan uh, zo ingeschreven in, in de loopclub. Uh, Ruslar. En vanaf dan ja, eigenlijk altijd. Blijven lopen. Ik heb wel nog wat andere zaken ertussen gedaan, een keer gaan voetballen, een keer uh, handbal heb ik gedaan. Maar dat was altijd eigenlijk na één of twee trainingen van die direct teruggekeerd naar, naar atletiek, omdat ik dat veel leuker vond. Um, dat was buiten, um, veel ja, verschillende dingen, kogeldiscus, lopen, springen. En um, ja, er altijd like, wat in blijven doordoen en ja, zo, zo zijn we er qua like, mee begonnen. Oh, waren het er goed in. Nee, uh, absoluut niet eigenlijk. Um, maar ik deed het wel enorm graag. En ik denk dat dat wel ja, voor mij een beetje die passie voor het lopen is echt enorm groot. En, um, want ik heb thuis, ik heb thuis een, een foto van toen dat Sinterklaas kwam naar, uh, naar, de, naar de club. En ja, ik denk dat we daar met een stuk of 25 op staan. En uiteindelijk ben ik nog altijd de enige die nu nog loopt van die groep. Um, maar terwijl ik zeker niet de beste was van die groep. Maar ik deed het graag, uh, ik Vond het leuk, vond het ontspannen na school. Heb schoentjes aan en riep de wie. En ribbedubie. ja, en, uh, ja zo, uh, zo is dat ook wat, wat begonnen en gedaan. Ja. Ik, ik moet het vragen: marathon-tijd van uw vader? Um, ik uh, denk Zevenenveertig 2... heeft hij gelopen. Zoiets ongeveer kan toch wel tellen, Sepp. Ja, en kon je toch hard fietsen als zesjarige? Ja, maar dat waren meer zo op, die, op die tempotjes en doen, dus dat, dat viel wel nog mee. Ja, dus niet zo best een 30 kilometer lopen. Nee, 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 stroom. nee, dat, dat ging. een oh, ja. afstand, dat ging, dat ging niet, niet gebeuren. Misschien coureur geworden dan. Ja, wie weet. Misschien is dat wel ook iets dat ik uh, later een keer kan proberen ofzo. Ze hebben altijd wel gezegd dat ik triathlon moest proberen, maar. Echt? Ja, ja omdat ik wel kon stafal lopen en dan fietsen doek super aan, maar kan niet goed zwemmen, dus, uh dan hebben we daar was daarop een een gemaakt erover niemand dat nu echt van nou moet je gaan doen of zo. ja nee dat, dan, dan is ik nooit meer echt van, van gekomen omdat je zo toch in dat lopen bezig blijft uh, ja dan nee dan is dat dan is ik er niet meer van, uh, van gekomen ja deed direct ook veel wedstrijden um, ja ik heb wel eigenlijk redelijk snel wedstrijdjes beginnen doen maar super lang alles uh, kogel eigenlijk was ik zelf al meer een werper vroeger ik deed, deed vooral veel kogel en discus Um, tot ja, ik denk tweede jaar school hier nog altijd meer kamp gedaan. En vanaf dan pas wat begin meer kiezen voor die sprint. Omdat uiteindelijk zo, ja, dat, die horden zo waren misschien niet echt de meest fantastische dingen bij mij. En dat was toch niet echt, uh, niet echt dat. Maar oké okay, ja, van dan ja, zo wat meer in, in die sprint terecht te komen. Maar altijd alles blijven doen. En redelijk vroege wedstrijdjes wel. Maar dat was vooral puur voor, uh, voor het plezier en crossjes en zo ook. Alles, altijd dat was Ja, je zat in de club in, in Ja. Dus de goals in, uh, in Roeselaren? Ook uh, veel meegedaan. Ooit één keer podium zelf gehaald, maar dat was echt heel heel lang. Denk ik denk van de eerste tot twee jaar. Ja, tweede jaar zeker dat ik liep. Dan een keer podium, maar dat was. Uh... Dat was het, uh, het vetter al wel vanaf, voor die langere afstand. Dan uh, dan had ik het al wat gat ermee. Ja. Hoe lang waren die crossjes, bij de jeugd? Goh, wat is dat? Kilometer twee of zoiets, denk ik. Uh, ja. Max, zoiets. Dus ja... Voor degene die soms niet zo graag lang lopen, is dat al... <laughs> wij dat al wel lang te worden. <laughs> zeker als de modder toen de knieën. Ja, en zeker in, in was, is Dat, ja, dat is zo'n moddercross. Ieder jaar, altijd. Dus dan is dat wel uh, echt ploeteren en ja. Uh, ik, ik dacht eigenlijk dat met uw profiel als uh, 400-meterloper, dat je echt wel goed moet zijn in de springnummers, uh, de werpnummers, allee, zo de explosievere dingen. Um, wat waren uw beste nummers op die moment? Um, ja, vooral kool en discus eigenlijk. Um, uh -huh. Ik combineerde dat toen als scholier, um, uh, omdat ik altijd bij mijn papa trainde met 400. En um, ja, het BK, denk, BK bij de Scholieren had ik drie keer in de net hoor bij de discussie. En ik weet, ik was daar echt enorm gefrustreerd van. En um, ja, ik moest dan nog mijn met 400 meter finale lopen en liep toen het Belgisch record bij, uh, bij de Scholieren. En vanaf dan was dat wel misschien ja, wel een klik in mijn hoofd: van... ik zal wat meer voor die, voor die 400 kiezen in de plek van dat, van dat werpen en dat spring er nog zo bij te nemen. En dan echt wat begint focussen. Ja, een beetje oude um, Ja, 400 is zo aan een ouderhond. Die zijn niet altijd supergoed in volle snelheid. Uh, super explosief. Net misschien iets minder, maar kunnen ook wel wat van uithouding. Dus de ja, 400 en 400 gordelopers, dat is zo. Degene die alles een beetje kunnen, maar misschien niet uitblinken in één iets specifiek. Hadden we een dubbel kunnen pakken? Had ook... uh, Toen. Dat is... Ja, misschien wel had ik niet in de net sm smeten maar. Dat was gewoon een dubbel geweest. Dat ging nog een toffe dubbel geweest, inderdaad. Ik denk dat ik toen ja, nog tweede stond op prestatie qua jaarrenking. dus het kon misschien wel, maar het was misschien niet slecht dat ik drie keer in de net heb smaken, dus... Ja. anders zouden we hier niet gezeten hebben. Ja, wanneer kiezen je dan echt voor die 400 en, en gaat dat dan... Ja, ik zeg dat je eerlijk wat internationale wedstrijden ook wel gelopen hebt als... Uh, ja. Jeugd bij de jeugd heb ik denk ik bijna alles... Kunnen lopen, dat ik kon lopen bij fan-kampioenschappen. Um, en hoe daar terecht te komen. Ja, omdat ik niet super explosief was op die 100 en 200, heb ik even gekozen om een 400 te doen en dat viel wel mee. Ik um, denk dat ik toen iets, denk dat op mijn eerste 400 had ik 56 seconden. denk ik. Um, En dan ik meedoen aan het Vlaams en daar dan een keer derde geworden. En zo is dat dan wat beginnen hm. rollen om aan die 400 meer en meer wat op begin te focussen. Dus, uh, zo is dat al gebeurd. Hadden dan ook al de tornado's als voorbeeld? Uh, vroeger had ik een posterang van, uh, van Kevin en Jonathan in de kamer. Um, nu sta ik er zelf bij op de foto, dus, dat is wel leuk. Um, maar ik had gewoon van, van heel veel sporters, van alles verschillende uh, binnen de atletiek, van Gibri Selassie, weet ik allemaal allemaal posters hangen in de kamer. Dus het hing wel vol. Het was altijd wel iets met sport te maken bij mij. Ja. Hebben ze dat tegenwoordig nog, posters? Ik vraag me dat af. Was dat zat uh, toch vaak in een boekje? Vroeger zo? zat dat in een boekje van Atletiek Leven, Maar ah, ja. dat boekje is denk ik ook al ah, enkel digitaal online. geworden. Dus uh, het zit, dat is zonder posters. Inderdaad. Kun je misschien af, die misschien afdrukken, die posters. <laughs> of misschien zo in, in bijlagen van de krant of zo. Uh, ja. je, 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 er komt nu een wielermagazin uit, uh, wielergids. Uh, misschien zo in het midden nog op dubbelblad. Vroeger hadden elke cyclosprint zat toch een poster in. En voor de Olympische Spelen, denk ik, de weken de, daarvoor ook. Met de spelen zat dat vroeger ook vaak in de krant. In de krant, ja. Ik denk dat dat al wel passé bij hem te worden blijven. Nu, nu is dat de achtergrond op je computer. Is dat nu, hè? Dat... Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar. Um, uh, nooit getwijfeld om, allee, met een vader die marathon loopt, om meer als... 400, 800 uh, in uh, de jeugd? Eigenlijk niet, nee. Want um, ik ben wat serieuzer begint trainen wanneer mijn papa gestopt is met afstand lopen. En hij heeft dan trainerscursussen begint volgen. En zo ben ik met mijn papa begint samen te trainen. Um, maar hij was vooral voorstander van meer kamp te doen, omdat je dan wat alles ontwikkelt. En uiteindelijk, als je iets ouder wordt, ga je wel iets vinden die, die goed bij je past of dat je, dat je leuk vindt om te doen. En zo is dat eigenlijk ook wel wat gebeurd bij mij. Um, dus ja, dat ver, ver lopen was misschien... Je zag dat al redelijk snel bij mij, dat dat niet echt mijn, mijn ding was. Nu ook, als we, als we zes minuten testen of zo moeten doen, is dat echt... Dat is al ver genoeg voor, voor ons als sprinters. En, um, ja, nee, dat is niet echt, uh, niet echt mijn ding. Zeg nooit, nooit later of zo, misschien een keer na de carrière, dan wel, maar nu staat dat niet echt op, uh, op de planning. Dus heb je dat in de voorbereiding is het de zes minuten test ja is dat, is dat gewoon zes minuten lopen en dan fluitje en zien waar je ja zien wat we we. en dan wordt dat voor ons op basis van wat dat we dan lopen onze recuploopjes van de woensdag namiddag wordt dan daarop berekend dus um, dat je moet tactisch die zes of, of kun... het, het is wel proberen echt vol uh, zes minuten zo ver mogelijk te gaan dat is wel de bedoeling um, dus ja. ja wat loopt het dan hoeveel, hoeveel... Uh, ja, dat gaat heel beschamend zijn, denk ik. Ik denk voor uh, meer record is juist uh, 1900. Dus... Ja, ik weet dat... Uh, ja. Dat is nog van, maar dan ben ik ook echt dood, dus je moet dan echt niks meer vragen aan mij voor, uh, voor nog wat te lopen of te doen. Ik beeld me dat dan echt in, dat je dan zo vertrekt in die eerste 400, veel te hard loopt, <laughs> en, dan, en dan, dat dat dan zo... Wel, maar we zitten wel allemaal een beetje te kijken naar elkaar, altijd van, oh, zijn we niet te rap? Oké, okay, we zijn goed bezig, en zo, wat proberen elkaar soms ook wat te helpen, want we lopen wel ongeveer wat hetzelfde met onze groep, de meeste, vooral de jongens, dus... Dus wel zo wat kijken en doen van oké, okay, oké. Okay, Dien zit nog fris, die gaan we proberen, koppakking of zo. Maar dat is ook echt uh, yeah, een van de hatelijkste trainingen bij ons. Als, uh, als Philippe erop op de planning zet, zes minuten test, iedereen is direct van oh nee shit, zes minuten fuck. Ja, want Co Cooper, dat is nog langer. Hè? Dat is... Ja, dat is 2400, is dat. Cooper test. Ja, klopt. Ah, ja. Dat is uh, 2400 in zo weinig mogelijk tijd lopen. Oké. Kut, dat altijd gewoon vroeger hoeveel dat je moest alle voor tien op tien te hebben en dan dan liep ik dan liep ik daar. Ik dan liep ik dan meer herinner ik me dat ook een half uur test hadden we ook op school denk ik dat weet ik niet oh. nee, ik alles sinds niet dat doen. heb ik niet sinds niet maar dat, wa dat was meer zo om te kijken of mensen een half uur konden lopen ja. maar test dat heb ik ook wel ja. vaak had zo ja. over een weer waren daar ook in dat viel wel nog mee ja ja als wat we... alleen ik deed sowieso veel sport dus dat was dan niet uh, de moeilijkste les voor mij. Ja. Zo. Maar ik beeld me altijd zo in zo, eh, 400 allee, een 1500 meter loper. Als je die uh, vol een bak ziet lopen, dat is nog aanschouwelijk. En dan denkt je zo nog: goh, als ik me er echt op had toegelegd, hè, zou, zou ik dat ook even dan... kunnen lopen. Maar een 400 meter, dat is van de snelheid denk ik, waar dat, zowel Seppen als ik niet aan nooit nee. aan zou komen. Dat... Nee. Ja, ik denk als we, als we uitrekenen dat we gemiddeld sowieso boven de 1,32 zitten, zoiets per uur dat we lopen. Dus dat is al redelijk snel voor als ze als nooit echt een sprint of als ze veel lang werk doet, is dat al niet zo simpel voor, voor die snelheid een keer proberen te gaan. Dus ja, het is uh, een apart nummertje soms. Ja, nee, kom ik niet aan aan die snelheid. Ja, ik las in een artikel van Atletiek Nieuws uit 2014 dat je Doe nog, ik weet niet hoe dat nu is. Nog regelmatig 100 en 200 liep ook voor de snelheid mee te pakken. Um, ja, twee, nu is dat net iets minder geworden, omdat je, omdat je echt probeert te focussen op die grotere wedstrijden. Maar uh, 100 en 200 zit er sowieso wel eens in zin voor mij, bijvoorbeeld een interclub sowieso. Um, 200 outdoor ga ik wel nog snel, snel proberen een keer erin te steken als dat kan in de planning. 200 indoor is net iets ja, moeilijker om. Ja, die snelheid is zodanig hoog, die schuine bochten, dat is ook soms wat gevaarlijker om te blesseren. Dus daarvan probeer ik dat wat links te laten liggen. Maar op training zijn dat wel dingen die, die er sowieso in zitten. Nog zo een keer als trainingswedstrijd of zoiets. Dat komt, er wel, uh, dat komt er wel in. Ik heb van de week een mail gekregen over een in interclub. Het wordt helemaal veranderd en zo. het ja. Wordt, wordt, die, wordt. Ja, de, man, de man en vrouwen zijn samengestoken in bepaalde divisies of zo. Het zal ook en dat nog... is zo'n fancy Amerikaanse naam. Uh, Dacht ik. Een interclub relay of zo. Of... Nee, ik denk dat Super League of zo. Ja, ja, de, de, ja. de allereerste. De, of de hoogste afdeling Super League, denk ik. Dus ja, we gaan ook even bekijken hoe dat, dat allemaal in elkaar zit. Zitten jullie al in de hoogste divisie? Nee, nee. Ik, ik, ik ga eerlijk zijn, ik denk dat we. Met dat nu veranderd is qua, qua naam en zo weet ik ook niet in welke divisie dat we zitten. We zitten zo in de middenmoot, denk ik. Dus ah, ja. dat is, is oké okay voor ons. Oké, ja, okay, ja we zitten nog wel in de. In de, in de hoogste divisie. Maar ik denk dat ze weer hetzelfde probleem hebben als ik keer ja, dat ze geen stiepel lopen vinden en dat ik daarom niet in de mailing zit. Ja. Uh. ja, soms is dat wel zeker zo. Ja, stiepel, polstok soms ook. Uh, hamer, als je zo in de eerste afdeling zit, is dat soms wel wat. Een keer de vlug een belletje doen, zie je dan zitten om dat te doen? Uh. Ja. ja, bij mij is dan een mail drie dagen op voorhand. Op ja. voorhand, ja. Ik denk dat dat bij heel veel clubs uh, in, uh, in de geval is. Dus. Ja, maar ik wil, het wel, ik wil het wel eens gedaan hebben in een interclub. Ja, maar dat is, dat is ook wel altijd leuk. Vroeger deed ik soms ook mee in, bij de Franse interclub. En daar is dat nog tien keer zo ja? en al. Ja, want dan, ze, dan mag het publiek... Um, bijvoorbeeld bij de laatste aflossing mag, mag het publiek tot op de piste komen, tot in band twee. En ja, bij de Fransen is dat heel veel schoen en show en sfeer erin. Dat is wel nog iets anders dan hier. Dat is wel... Uh, Daarvan kunnen bijna nog iets leren van de, van de Fransen, zeker op de interclub. Ah oh ja, oké. Okay. Publiek door baan 2, dat is wel. Ja, ja. Dat lijkt me de Max. Ja, maar... Dat is echt dat is super motiverend wanneer je aan het lopen bent. Dat is echt uh, enorm tof. Maar is dat dan niet moeilijk om, dat... om nog in een voorbij te gaan? Ja wel. Ze staan dan met een heel lange lint, de laatste 100 meter, en dat is echt zo tot ja, juist baan 2. Dus je moet dat maken dat je, dat je redelijk van voor zit of er niet meer zoveel plek voor, voor in te hangen. Dat is een beetje al eigenlijk zo. Ja. Hè? ja dat het publiek uh, super debut zat super super tof echt waar oké okay. uh, in 2013 gaat het de eerste keer naar een internationaal kampioenschap alleen of een internationale meeting en gewint hij direct ja uh, ja of dat was um... dat zijn zo wat de Jeugdolympische spelen in het klein ook met ja redelijk veel verschillende sporten en dat was in nederland voor ons um, in utrecht en dat was in um... Um, de universiteit, uh, gebouw waar we zaten met, uh, met ja, de, de delegatie. Dus dat was echt super, super tof. Ook een, een openingsfeest met de Olympische Vlam. Eigenlijk echt de, de speon, maar in mini-versie. En um, ja, dat was zo de eerste keer dat ik naar een, een internationale kampioenschap mocht gaan. Dus totaal, totaal niks van verwacht. Gewoon meedoen en we zien wel wat, dat er, wat dat eruit komt. Um, en mijn, reeks, mijn reeks won ik eigenlijk vrij gemakkelijk. En uh, ik stond toen derde op, op tijd voor uh, in de finale. Dus je wist wel dat er iets mogelijk was, maar op dat moment was uh, dat was een van Denemarken, Benjamin Lobo. Dat was uh, ja, op de 400 een beetje de man. Um, en ja, geklopt klopt dan niet in de finale. Dat <tot was totaal niet verwacht, um, dat Belgisch volkslied speelt daar. Superveel vrienden en familie die waren, waren afgekomen, omdat dat uiteindelijk niet zo ver was. Dat ja. was dus over de grens. Um, ja, dat, dat podium was, was super tof met, met al die Belgen daar rond. Dus uh, ja, dat was wel direct wel een binnenkomer voor, uh, voor mijn eerste kampioenschap. En ja, het is eentje die, uh, dat ik nooit ga vergeten. Het hm. geeft ook moraal, vermoed ik, dan voor, voor, voor ja, verder te ja. doen en voor ja. er meer van te willen. Ja, zeker. En dat was wel van: oké, okay, dat wil ik blijven doen. Maar ja, de kanttekening is wel direct van: de mensen verwachten heel veel van u. Want ik liep toen 49. Ongeveer en in de finale liep ik 47-9 en ik heb eigenlijk gewoon de, de 48 seconden overgeslaan. Ik heb, ik heb meer dan een seconde, twee eraf gedaan. Um, dus ja, op dat moment: de mensen, ja, de eerste vraag is direct de vraag, um, wat, wat denk je of Kevin en, en Jonathan Bollet, zeg je ja, de nieuwe man? Dat wordt dan misschien, of dat was eigenlijk altijd de eerste vraag binnen dat je kreeg. Dus ja, dan is dat wel soms. Moeilijk ook omdat, ja, je de Jonge gasten zijn 15, 16 jaar. We zijn blij dat je mag meedoen uiteindelijk. En oké, okay, het, is, het is superleuk wat er allemaal daar gebeurd is. Maar dan daarna was het soms wel even moeilijk om altijd die ja, bevestiging te proberen, geven, of, of diezelfde prestatie te proberen even naar En dat was soms zeker niet, niet zo simpel. Wat was je antwoord als ze je dat vroegen voor de nieuwe Kevin? Uh, ja, dat ik gewoon probeer mezelf te zijn. <laughs> Veel meer kan Hoe ik niet meer, u, meer um, Ja, uiteindelijk uh, probeer ik gewoon altijd mijn best te doen en ik zie wel wat dat er uh, uitkomt of niet uitkomt. En um, ja, uiteindelijk zijn je daar niet zo mee bezig, want zij is zelf nog, nog een jong hasje op dat moment. en zij zij senior, of, of uh, bijvoorbeeld mijn Surnia of, of Robin van der Benden ook, die zijn ja, wel wat ouder. Dus dan, dan hou je daar nog niet echt rekening mee. Je bezig met... Maar wat hij aan toen doen zei, met uw kampioenschappen bij de jeugd, nog proberen eh, eerst daar goed te presteren. En dan zie je wel dat het, het schep strandt. En uiteindelijk is dat ook wel een beetje het verhaal dat we hem kunnen afwandelen, denk ik. Ja. Er was één kampioenschap bij de jeugd. Uh, ik heb het in de voorbereiding gezet. Ik, ik u 23 in ja. Gevele. Ja. ja. Waar ligt dat? Um, ergens in Zweden. Maar. Ja. Geen idee waar is Ik zag daar een DSQ en een DNF staan. Het dus ja. was opmerkelijk toernooi geweest. Ja, dat was, dat was denk ik de, de moeilijkste, ja, moeilijkste kampioenschap ik dat ik ooit had, heb, mentaal. Um, dat was... Uh, ja, ik had, ik had echt een, een goed gevoel. En die reeksen zijn super vlot gegaan. Die halve finale ging ook echt top op dat moment. Dus we wisten wel dat we, dat we heel dicht konden zitten voor een medaille, individueel. En um, ja, blijkbaar heb ik op, uh, in de halffinale met mijn voet op de lijn gestaan. En was dat meteen een DQ. Nog protest proberen aan te tekenen, maar uh, ja, dat heeft niet geholpen. En... Ik ga eerlijk zien toen zat ik echt een zak en as. Want als ze dan de tijd zag die er gelopen werd in de finale, allee, kon ik er zeker een medaille gehaald hebben. En dat was echt wel een heel, heel zuur. Zeker omdat je nu weet, nu mag je een stap op de lijn zetten. Ajax, dus, ja. dus twee jaar geleden is dat een Officiële regel horen, en toen was dat nog niet, val, jammer genoeg. Um, maar toen moest ik ja, de knop proberen snel omdraaien, want ik had nog een 4x4. We zaten toen uh, met Jonathan als van Van den Berg, dus we hadden echt een super super goede ploeg op dat moment. Um, maar ja, ik was startloper, als eerste kunnen afgeven, alles ging, ging super goed. Um, en dan onze, onze tweede man heeft uh, ja, de stok laten vallen op 300 meter of na 300 meter. Oh nee. Um, ja, en uh, ja, we wisten eerst niet echt goed wat dat er gebeurd was of ja, wat dat er zich had afgespeeld. Um, dus ja, Jonathan en Sven hebben zelf nooit moeten lopen. Um, dus wij gaan kijken naar de beelden. Ja, tegenover dat we dat duurde even, dus wij waren eigenlijk al in ons hoofd bezig van stel dat er iemand de stok er heeft uit te slaan of zo. We kregen een herkansing, we kunnen nog een keer lopen. En het waren ook VW-Belgen. Iedereen had zich al wat rond de piste gezet, dat er overal een bijl stond om gewoon te roepen naar ons. Um, maar uiteindelijk zag je, dan, dan zagen we die beelden, Hij liet echt letterlijk de stok vallen achter hem. En ja, het, was, het was niet iets dat een ander persoon had geduwd of, of eruit heeft geslaan of weet ik wat, het was echt een, ja, een ongelukje van hem. Maar met, ja, wel wat grote gevolgen voor ons. Want dat was het ook, uh, een dit en dat finish die erop stond bij ons. Ja, dat maakt het wel echt een toptoernooi. Ja, ja dat, was echt, uh, dat was echt een toernooi om, uh, om niet snel te vergeten in de slechte ja. zin eigenlijk. Was zijn dat zweetpolkjes dan? Of, uh, hoe? Ja, het rare is ook dat je na 300 meter een stok laat vallen. Want ja, moest je nu nou zeggen, je ge, en je laat dan de stok vallen of zo. Want de tweede wissel ja, neemt links aan, moet, moet hem doorheven naar zijn rechterhand. Dat kan eventueel. Of Inderdaad, als er iemand, wanneer hij aan het lopen deed en hij hapert bijvoorbeeld met zijn elleboog of zo, dat, dat kan natuurlijk allemaal. Um, maar dat je hem zo laat van was wel uh, heel dramatisch. Is dat ondertussen al uitgepraat? Uh, ja, is ja, ja dat, is wel, dat is wel uitgepraat. Maar ja, dat is, dat is misschien ja, een deeltje stress of zo. Ja, geen idee wat dat er omgaat in zijn hoofd op dat moment. Um, maar ja, het was. Uh, het een leukere ter terugvluchten dat we gedaan hebben van een kampioenschap. Dat ja, snap ik. Ja. <laughs> um, zeg je dan nog veel tegen elkaar? Ja, in het begin was dat wel vrij moeilijk. Um, want we zaten er nog een dag en een half. En uh, dan is er niet zoveel... Uh... Allee, mijn Jonathan en fan wel, want van... Ja, hoe is dat kunnen gebeuren? Of, ja, dan, dan praat je daar wel nog wel over. Maar op dat moment niet zoveel met hemzelf. Dus dat was wel even, uh, even wat moeilijker. Maar oké, okay, het, het is topsport en het is niet omdat er keer een keer één iets tegen zit dat je, dat je daarom direct moet, moet stoppen of, of opgeven. Ik denk dat dat ook een beetje een deeltje is van topsport. Ja. Um, dus ja, dat is dan wat erover zitten en op naar het, uh, het volgende doel dat je, dat je plannen. Ja. Uh, wanneer komt het dan in de eerste keer in beeld dat je echt bij de tornado's mocht meegaan en mocht lopen? Um, ja, de eerste echte keer, dat ik, nou, toen was ik nog in reserve, was Doha. En dan de eerste keer echt lopen was in 2021, denk ik, in indoor. Um, dus vanaf dan is die bal wat beginner uh, ja Dan de spelen en dan sinds vorig jaar eigenlijk ja, echt de definitief erbij. Basisplaats, eigenlijk? Zeg uh, ik dat al niet zo? Ja, basisplaats. Ze moet uiteindelijk nog altijd hard gelopen worden. En als er iemand harder loopt, dan verdient hij hem, denk ik, meer de basisplaats. Maar Um, we hebben vorig jaar een heel consistent jaar kunnen uh, afleveren, denk ik. Dus ik denk dat we wel uh, ja, de basisplaats verdienen. Ja, gezien dat... ja. Ja, wat je dan als haar moet doen om, om uit, de, uit, de, uit de ploeg gezet te worden. <laughs> ja, zo, zo. Uh, hoe speciaal is dat? De, de Belgen op de 400? Ja, eigenlijk iets super speciaals. Um, denk van de jaren ze. Of hebben we in totaal 32 finales, waarvan 16 een medaille met de ploeg. Dus op zich is dat eigenlijk al een immens pakje dat, de... dat, er, dat er ligt. Dat is 1 op 2. Dus, ja, dat is 1 op 2 dat je een medaille in de kast hebt. Um, en zeker als je ziet, ja, het project is, is in 2008 ja, echt van start gegaan. We zijn in 2023, het project loopt nog altijd. Ik denk dat er heel weinig... Vloegen ja, in, in België dat kunnen zeggen, en denk ik zelf in de wereld. Um, ik heb een keer gehoord dat Enco Amerika. Um, twee keer ja, mindere finalen haalde heeft dan ons. Dus dat wil denk ik wel iets zeggen als ze als, uh, meer finales haalt dan, dan een land als Amerika. Um, zeker als zo'n klein landje. Gelijk, ja, zo dat we toch. Ja, de 400 meterlopers blijven wel wat komen. Dus uh, dat, is wel, dat is wel een ja, heel straf nummertje, wat dat de ploeg toch jaar in jaar uit blijft presteren. Dat wel. Is dat mede dankzij de, de ploeg, denk je dat er ook meer doorbreken? Omdat je weet, als jonge gast, ja. als ik hier goed ben, ja. uh, je kijkt altijd wel. Allee, ja, je komt in, allee, als je goed zit, kom je in die ploeg terecht, denk ik. Ja. Terwijl een 100-meterloper of zo. Ja, er gaat de enigste zijn in België waarschijnlijk. Ja, wel, dat is nu een beetje, met die 4x100, die, die projecten zijn nu pas begonnen. Um, dus voor hen is dat ook ja, een beetje de weg dat je moet afleggen. Wat de tornado's hebben gedaan, die weg is een beetje afgelegd geweest in het begin, Voor een, uh, ja, in dat internationaal milieu wat te zetten. Um, en ik denk dat dat het makkelijker, of makkelijker maakt als, als individuele 400 meter loper um, de ploeg zorgt er ook gewoon voor dat je, dat je beter loopt. Het is niet omdat je individueel, misschien net geen limiet loopt. Met die 4x4 ga je wel altijd boven jezelf kunnen uitstijgen. En uiteindelijk zie je dat bij iedereen die, die loopt, ja, oké, okay, als zijn vliegen, zijn vliegens die je wel loopt, maar die tijden zijn altijd wel beter dan, dan individueel. Als je kijkt, Kevin ook op 2K in Oregon. Ja, hij loopt de tweede snelste vliegende tijd van allemaal, terwijl dat er daar echt enorme kleppers mee doen. Um, Terwijl hij er ook uitlegt in de halve finale, individueel, toch kan je in die 4x4 wel net dat tikkeltje meer. En ik denk dat, de, dat wij als ploeg daar super in zijn, dat wij ja, elkaar op, op die aflossing net iets beter kunnen maken. En dat dat wel ja, iets speciaals is. toch Ja, want de, de wissels zijn iets minder cruciaal als op een 4x100 of zo. Want daar kun je op een 4x100 ja. kun je daar echt nog wel heel veel winnen. Terwijl op een 4x400 is toch ja. echt puur de... 4x100 moet je echt met je ogen toe elkaar kennen. En die aflossing moet echt blindelings kunnen verlopen. Met de 4x4 is dat altijd wel met iets anders. Zeker indoor, want dan heb je meteen al een bocht die eraan komt. Doordat het ook wel wat trek getrek bij gemaakt bij de hassen. Dus ja, die aflossing kan je wel veel trainen, maar uiteindelijk op pitser is dat nog altijd net dat tikkeltje anders. Iedereen zit dan ook in die wedstrijdfeer. Er zit een, een, meestal een stadion rond met, met publiek. Um, dus ja, dat zorgt er wel voor dat dat toch nog een tikkeltje nerveus aan toe gaat. En dat is een ding dat je niet kan simuleren op, op training of zo. Je kan wel die wissels oefenen, maar uiteindelijk dat, dat extra elementje van publiek, nervositeit, wedstrijd, dat, dat kan je niet echt in, uh, in training simuleren. Dus ja, die wissels zijn belangrijk, maar uiteindelijk is dat ook iets. Dat een beetje ei e moet zitten en je uh, moet dat proberen een beetje aanvoelen denk ik. Ja, de eerste keer dan zo naar zo'n toernooi met, met de Poster Boys. Uh... Oh <laughs> ja, hoe is, hoe, is, hoe is dat dan? Um, ja, in het begin was dat wel moeilijk. Um, zeker, uh, ja, de toren um, dat was niet zo simpel, omdat je toen echt als ja, groentje erbij komt en. Ja, ik heb nog niet zoveel bewezen in hun ogen. Dus dat was, dat was niet zo simpel. Plus, ik heb toen in Toren ook ja, na vijftien na meter heb ik mijn hamstring en mijn adductor tegelijk gescheurd. Dus dat was absoluut niet mijn beste wedstrijd ook, dat ik daar gelopen heb. En dan ja, is, die, uh, is die connectie met hen wel toch nog net iets moeilijker, want ze zijn niet echt ook uh, de grote babbelaars. Ze zeggen wij We proberen eerst te presteren en dan komen ze wel wat, wat losser als ze. Uh, als u je zelf kan bewijzen. Um, maar ik denk dat dat op de speel redelijk goed gelukt is bij mij. Um, ja, op dat moment zijn ze denk ik ook wel wat losser geworden en hebben ze gezien dat ik wel tijdens ook, ja, een EK is nog net iets anders dan een Olympische Spelen. Dat ik ook tijdens de Spelen wel een, een redelijk betrouwbare loper ben. En vanaf dan is dat allemaal wel wat, wat vlotter en, en soepeler uh, beginnen gaan uh, met die jongens. Ja, gescheurde hun hamstring. Dat is de eerste keer dat je, dat je echt moet lopen. Zij er een content dat je kunt voorleggen. Van de, er is wel degelijk een scheur dat je. Want je hebt het Ja, Ik heb doorgelopen en je ziet zelf duidelijk op de beeld dat ik echt om een keer ja, een half sprongetje maak omdat ik ja, na, na 15 meter mijn, mijn hamstring scheur. Um, ik kan eerlijk zeggen, ik was blij dat ik de stok al doorgeven. Dat, dat, dat was al iets voor mij. Um, ja, maar achteraf is dat natuurlijk eerst ja Hoe komt dat dat je zo slecht loopt op dat moment? Oké, okay, ik geef af als, als vierde. Dus ik vond dat dat redelijk meeviel, gewoon de omstandigheden. Um, uiteindelijk mijn, mijn been tonen, die volledig blauw zat. Dus uh, dan wisten ze ook wel: oké, okay, het is hier iets uh, niet, niet in orde, niet pluis. Um, maar in het begin was er niet zoveel over gezegd. <laughs> dus dat was ook een beetje hetzelfde gelijke uh, in Kevle, wat we met onze tweede aflosser aan was. een beetje hetzelfde, gelijk met mee, denk ik op dat moment. Dat was niet echt het leukste de leukste dat ik gedaan heb. Maar ik vind dat wel mega zot. Ik heb ook al een keer of twee, drie een hamstring gescheurd. Ik Vind echt super zot dat je daarmee loopt. dat je daar nog 350 meter mee ja, ja, ja. hard loopt. hè. want ja, ja, ja. <laughs> je hebt nog als vierde door. Uiteindelijk zit je nog een beetje in die adrenaline-rush van dat moment, en ja, dat zorgt ervoor dat die pijn een klein beetje verzacht wordt. Ja, ik voelde ik ook dat dat niet, niet oké okay was. Die pijn, dat is toch precies zo'n messteek? Ja, daar... ja, dat is echt zo'n soort ja, een zweepslagje ja. dat, je, dat je erin krijgt. En dat was dan nog... Ja, maar dat ik er ook, echt op hetzelfde moment. Um, dus ja, die, ik heb daar wel even uh, moeten maar valideren. Maar chapeau dat je nog controle hebt over dat been, want dat is eigenlijk... Ja. Ja. De alles van uw bovenbeerden. Ja, ik, ik was heel blij dat ik gewoon achter een troepje kon hangen en gewoon meelopen met de jongens. Dus, um, ja, dat was, dat was een moeilijke wedstrijd. Maar ja, ik zeg het, die, die André Danine zit er wat in. Geweld ook. Ja, het is de eerste keer dat je op dat moment dan nog met de drie Bolés loopt. Dus dat wil je ook wel proberen nog goed te doen. Ja, in de pers is dat dan natuurlijk ja, direct wel wat uitgesmeerd. Degene die er volgens de eerste keer bij zit en de niet bollet Um, zorgt er dan meteen voor dat de, de reis naar de, naar de vaantjes is. Um, maar ja, dat zijn dingen die je snel probeert te vergeten. Maar ja, dat is, het gaat zodanig rap soms dat je, dat je het soms ook zelf niet beseft. Ja, ja, je, ja ook ik dat ze, dat ze niet toch nog juist een medaille pakken. De, dan, had, dan hadden we misschien wel ja, held geweest. Moesten we daar misschien nog net derde geweest zijn, dan ging dat misschien wel wat anders uh, verteld worden of zo in de pers. Maar... Ja, met dat we zoveel vierde waren, was het eerder net niet dan net wel. Dus uh, ja. ja, en het wordt dan ook vaak uitgesmeerd. Ja, de bollees moeten de, de rest proberen mee te trekken en het vuile werk proberen op te knappen. Maar de pers weet soms ook niet altijd wat dat er uh, gebeurt of niet gebeurt. En ja, dat is een beetje de pers zeker. Ja, ja ik las dat drie centimeter, was een spierscheur. Dat is ook al wel. Ja, het, was, geen... het, was een, het was een, redelijke scheur, het was niet dat ik iets uh, verzond daar uh, te zeggen Oh nou ja, uh, nee, ja, ik heb hier uh, slecht uh, gelopen of zo. Nee, ik heb, redelijk lang moeten revalideren daarna ook. Dus um, ja, het was niet het. Uh... Dat is toch ook een klote periode? want dat is dan juist eigenlijk, ja, je staat dan aan begin van het zomerseizoen ja. al heel snel, hè? Ja. En dat was juist het jaar van de speeren ook, dus dat was wel wat een rust voor proberen snel te revalideren en beginnen aan wedstrijden te doen, want... Die periode na, na Tokio was toen maar een maand of vier, denk ik. Dus ja, dat is, dat is allemaal heel kort en heel snel dat dat op elkaar komt. Dus toen is dat wel... Uh, toen was dat wel even van paniek, van... Uh, het zal... De droom gaan misschien even, uh, wel aan het liggen nu. Ja. Maar, ja... Want ze zeggen uh, per centimeter denk ik dat ze zeggen van het, het duurt uh, ja. nou, meer dan een week. Denk ik. Meer dan een week, plus ja, een week safety zijn ze ook. Dus ja, dat was wel uh, een week of vier, vijf. Niet lopen wel. Maar allee, de kines hebben ook toen echt goed werk gedaan met mij. Uh, redelijk snel begint proberen oefening te doen tot waar dat komt. Um, en dan mocht ik meegaan op stage na, naar, uh, naar Turkije. En ik denk dat dat ook wel een deeltje van het proces is geweest dat. Heeft toen versneld, gezet in, in de warmte. Dat zorgt er wel voor dat je, dat je ook, ja, je moet met eigenlijk niks anders mee bezig zijn. Oké, okay, je bent op dat moment bezig met school en zo, maar ja, je moet niet meer bezig zijn met, de, met al de rest. En dat zorgt er wel voor dat die recuperatie en die genezing misschien net dat tikkeltje sneller gaat dan dat je het gewoon thuis kan doen. Ja. Be bezig met school? Wow, wow. Waar je aan het studeren of voor? Uh, toen zat ik in mijn, in mijn laatste uh, jaar. Allee, ik heb twee bachelors gedaan. Ik heb eerst leraar LO en techniek gedaan. Um, en dan heb ik nog een, een tweede bachelor zorgverbreiding en remediërend leren. Heet dat. Um, dat is ik zorgcoördinator in, uh, in een school. Dat heb ik er nog bij gedaan. Um, en toen zat ik net in mijn laatste jaar. Um, dus ja, net voor, voor de speel was ik uh, afgestudeerd. Dan was het uh, gedaan met, met studenten zijn. Ja. Is, is dat niet veel stage, je laatste jaar? Um, dat viel eigenlijk redelijk goed mee, omdat ik dat gesplitst heb over twee oh, okay. jaar. En um, ik heb dat allemaal in het eerste jaar gezet, omdat ik uh, in de hoop van dat ik nou ja, mocht gaan naar Tokio, heb, heb ik dat aangevraagd. En ik heb altijd een, een topsport-traject kunnen volgen, dus ik kon ook altijd wel wat, wat spreiden en doen. En dat, heeft wel, uh, dat was wel nodig, zeker op dat moment. In datzelfde artikel van 2014. Zat in uw laatste jaar, denk ik, van het middelbaar. Ja, dus um, en dan werd er verwezen naar eventuele topsportstatuut, maar dat dat thuis toch nog eens moest nagevraagd worden. Uh, waar is er ervoor te vinden? Um, ha, ja en nee op dat moment. Um, omdat ik, ja, ik liep wel goed, maar dat was niet dat ik ook de pannen van een tak liep of zo. Dus dat was altijd wel wat, uh, wat dubbel. En ja, ik had toen voorgesteld, kijk, als ik verder studeer um, aan Hartevelden, kan ik daar splitsen. Dan zou ik in de plaats van, van drie jaar op vier jaar doen. En dat was oké. Okay. Dus uh, dat mocht ik doen van papa en dat was, uh, dat was geen probleem. Dus zo is dat dan ook wel in, in het hoger, wel waar toch vaak uh, sport en studies gecombineerd worden. Ik denk ook niet dat we er ondertussen spijt van zijn. Nee, nee. nee, nee dat niet. Ik nee, denk het niet. Denk het niet. Uh, wanneer weet je zeker dat je dan de spelen mocht? Um, ja, voor mij is dat. Oftewel loop ik de limiet rechtstreeks, dus 45 rond. Um, als ik die loop, ben ik sowieso zeker dat ik, uh, dat ik ga. En anderzijds op basis van, van de world ranking. Um, ik denk de top 42 mag starten, maar hangt af van wat België bepaalt. Want ik heb al gehoord dat België blij waar ook wat de Nederlandse Tour zo opgaan met een. Ja, Bijvoorbeeld een plaats 24, dat je toch moet binnenzitten. Allee, ik zeg maar iets, ik weet ook niet wat dat zou zijn. Um, maar dat ze toch ook zelf nog iets, uh, nog iets beperkter gaan, gaan werken. Momenteel sta ik 19 op die world dus... Allee, als ik het iets kan, kan houden, denk ik wel dat ik, uh, ik mij individueel ook kan plaatsen. Um, maar het zal er, wat van afhang, wat, uh, ja. wat er wel van afhangen uh, wat de Bijlgen beslissen van een uh, extra regeltje of niet. En toen voor Tokio, wanneer wisten je daarvan? Het komt in orde met die hemstring ik, en ik zit bij de ploeg? Of... Um, dat was eigenlijk relatief laat, omdat ik toen mijn, mijn beste wedstrijd heb ik op het BK gelopen. En um, ik denk dat dat drie weken voor, uh, voor Tokio zelf was. Dus ja, eigenlijk een goede week voordat we reizen naar daar, was ik eigenlijk 100% zeker dat ik, dat ik maar mee ging. Dus dat was oh. relatief laat. Ja, dat was voor, super laat. Ja, dat, dat was echt uh, ja, op het randje eigenlijk. Is dat dan de zaak dat u opbelt? Of uh, hoe, hoe gaat zoiets? Um, nee, ik heb toen een mail gekregen van, van Team Bel. Doen dat, dat ik erbij zat. Um, lieve uw kledingsmaten door te geven. Ja, ja als... lieve kledingsmaten door te geven. En uh, <laughs> nog die week naar Brussel te komen. Voor, je, voor al uw kleren te komen ophalen. Uh, voor te vertrekken. Want dat was, uiteindelijk is dat allemaal vrij snel wat dat gaat. Um, ja, op dat moment ook. Was er corona, dus je moest enorm veel papieren in orde ah, ja. brengen. Um, ja, de Japanners waren echt enorm, enorm strikt met hoe dat je binnenkwam. Um, we moesten twee of drie apps downloaden voor alles bij te houden wat, dat we, wat dat we deden. Um, dus dat was wel nog uh, een huzar stukje voor alles uh, in orde te brengen. Is de schrik dan groot vanaf dat je in Japan zei uh, om Alsnog, ik denk dat je elke nacht van de twee dagen getest werd. In, um, in ons pre-camp in Mito werden we iedere dag getest met, met een speekseltest. Dus toen viel dat eigenlijk nog mee, omdat we daar enkel met de belgen zaten. Dus, ja, onder de belgen wist je wel, allee, als ze positief was, dan, dan ging je al niet meegekomen zijn. Dus, um, bij ons wist je wel, het is vrij safe. Uh, de, de dokters ook, die, die wisten wel wat ze deden. We moesten ook altijd met mondmasker rondlopen. In Mito zelf mochten we niet buiten. Uh, we zaten echt opgesloten in ons hotel als we naar de piste wilden gaan. Was het met de bus, en de bus tot met de deur voor de deur van het hotel. En stonden er drie Japanners naast dat je zeker niet toch een tuurtje rond het hotel zou landen of zo. Um, maar dan in het Olympisch Dorp was het wel wat dan was het wel wat trickier, want we hoorden af en toe wel uh, verhoudens. Dus ja, bijvoorbeeld Sam Kendricks had een, zelfs een papiertje opgemaakt en, uh, en afgegeven aan de aan de delegatie van de Verenigde Staten en dan, uh, dan is hij toch positieve test en dan komt dat uiteindelijk toch wel allemaal uit dat hij, dat hij zelf wat, wat gefoefeld en gedaan heeft. Dus ja, ja. ja, uh, je uh, rapport zelf tekenen ja, ja. Zo, zo zo zelf uh, een papiertje mekaar van en zeggen kijk jongens het is oké okay. um, maar uiteindelijk ja wat eten iedereen zit daar in een gigantische soort Ikea zaal en iedereen zit daar samen en doet toch zijn mondmasker af dus, dan is het wel wel wat opletten van wat je doet of wat dat je niet doet. Um, dan zijn, allee, toen waren de meeste Belgen er wel echt mee bezig. Um, dan vrij snel terug naar, uh, naar uw appartementje gaan. En dat was het een beetje in het uh, Olympisch dorp. Hoe zijn de Spelen geweest? Hoe, hoe heb je dat ervaren? Hoe... Ouais, het was een beetje dubbel, vond ik altijd. Um, uiteindelijk blijven de Olympische Spelen, maar met het corona verhaal is dat denk ik voor heel veel atleten die een eerste keer een Olympische Spelen meegemaakt hebben, ja, een, een raar iets. Ik, ik weet ook niet echt hoe je het moet uitleggen, maar iedereen lo loopt rond met een mondmasker. Um, uiteindelijk kan je niet echt doen wat dat je wil, want alles wordt op de voet gevolgd. Maar je zit wel in het Olympisch dorp, uiteindelijk mag je daar wel vrij rondlopen, maar je mag niet een keer in Tokio zelf gaan dat je. Anders wel, anders wel kan doen in, in gewone spelen. Ik kan niet naar andere sporten gaan kijken, want is ook wel de macht toegelaten is. Um, dus ja, het is, het is zo wat, wat met mixed feelings. Uiteindelijk geloopt ja, in een leestadion. Dus het was een, een super chic nieuw atletiekstadion. Maar uiteindelijk zit er dan niemand. Als je ziet, ja, het, was, het was nog met een ring boven, als het zo vergelijkt met het Koning Broadway dus ja, drie zo'n ring boven elkaar. Ja, dat, was, dat was een gigantisch stadium, omdat er, omdat er geen kat in zat. Oh. Dus dan is het wel zo wat dubbel natuurlijk. Allee, je zit daar voor de want het is een super groot feest, maar je voelde toch aan alles en iedereen dat zo wat bedrukter was. En niet is zoals dat zou normaal ja. moeten zijn. Ik denk dat zo'n ring bovenop de Koning Baunus gaan, dat dat wel niet goed zou komen. De, de well, betonrot is daar toch al. Ik denk, ik denk niet dat het echt uh... een top idee zou zijn. Dat. <laughs> Ja, ja ik, ik wou het u vragen, maar ik heb ze al gezien. Je hebt, een, je hebt een tatoeage van de. Ja, ja klopt. Van de kleintje. Ah, ja. het, het is niet zo groot. Dus, uh, het is een kleintje. Op mijn, ja, ik, vond, ik vond het wel mooi op mijn pols. En dat is nog iets. Als ik in mijn startblok zit, dan is dat ook iets dat je altijd nog snel ziet. En dat zit dan wat mee in mijn hoofd. En dat weet ik waarom dat ik altijd tot, uh, tot hartje moet gaan op die 400 voor, voor, die, voor die ding. En. Ja, oh. daarmee. Ik heb geen Ollie je geen Olly in uw naam? Of, uh... nee, 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 nee. We gaan uh, want daarbij ogen, denk ik. En misschien, misschien nog iets eronder als ik nog een keer in uh, extra kan doen spelen. Ofzo, maar we gaan uh, voor het moment daarbij ogen. Ook nu als je een medaille wint. Dat moet uh, toch wel wat groter zijn? Ofzo. Ja, dan, uh, dan misschien. Maar eerst dan die medaille pakken. En dan gaan we wel zien wat, dat er, wat dat we ermee kunnen doen. In de nek of zo? Oh. Ik ben niet zo wat die opvallend ding dus het is ook maar al een kleintje. Dus we gaan, we gaan het niet, uh, niet overdreven ermee. Ja. Um, veel, ik altijd zo zeggen dat, dat de 400, de 800, dat dat de, de zwaarste nummers zijn. Alleen de meest pijnlijke nummers, vooral in de verzuring. Um, hoe voelt dat om, hey, of kunnen we dat beschrijven, die pijn? Zo een, want ik ga ervan uit dat de grootste pijn ook, dat een minuut of zo na uw 400 komt? Uh, ja, ja, eigenlijk wel. Zo, niet erna direct, dan, dan is dat niet het geval. Het is echt zo maar ja, een minuutje, twee minuutjes, dan, dan is het echt. Uh, dan begint het te komen. En uh, echt, ja, beschrijven is, is soms moeilijk. Maar dat is zo: je wil gaan zitten en als ze tien seconden zit, dan zeg je van nee, ik wil terug recht te staan. En als je recht staat, zeg je nee, ik wil terug gaan zitten. Dus, <laughs> Je weet dan zo de eerste 10 minuten niet wat je met jezelf moet doen. Als ze begint te wandelen, ja, dan voel je ook na twee meter wandelen van och, nee, het, is, het gaat niet. Um, dus ja, super zware benen. Ja, het, doet echt gewoon, het is gewoon pijnlijk op, op dat moment. Um, maar Op zich kan dat vrij snel weggaan als ze zo wat begint te wandelen. Maar je moet meestal tot de actie wandelen, overkomen en. Uh, dat is soms het moeilijkste van al om, om, om jezelf ja, aan te zetten tot het uh, begin wat te bewegen. Omdat je lichaam iedere keer zegt van ja nee, dat doet hier te veel pijn, we gaan even nog proberen te wat. Ja, en zo een medaille pakken, de adrenaline hel helpt dat? Of, uh... Ja, dat helpt wel enorm, vind ik. Um, ik moet zijn, iedere keer met dat we nu een medaille hebben gewonnen, heb ik eigenlijk nog nooit echt veel super zware benen gehad daarna. Meestal als ik een individuele race doe en dan ben ik echt stek kapot. Bijvoorbeeld in, in Oregon in Eugene kwamen ze ja in de ze af met een emmertje omdat ik zo wit zag en dat ik ja, dat ik, ja ik stond al wel op punt van overheven, maar um, ja, ze kwamen al af met een emmertje omdat ze het uh, al op voorhand zagen dat uh, dat er niet zo goed uitzag. Ja, dat was de bakhamer van wat het ie, Dan dat weet je dat ze een emmertje moeten klaarhouden. Ja. Ze stonden, stonden veel en dus ik denk dat ze wel weten dat, ze, dat er af en toe wel mensen binnenkwamen die van uh, ja. minder hoe waren. Ja, zot eigenlijk dat dat... Uh... Ja, het is, het, is, uh, het is wel iets... Uh, ja, die 400-800 is wel een speciaal iets in, uh, in het atletiek. 400 horden is het ook wel, maar... Daar zit je toch iets meer in, in een ritme dat je, dat je moet lopen, dus je hoort ook vaak van 400 meter hordenlopers dan van... Ja, 400 bleef toch wel, of achter ja, wel het zwaarste nummer. Um, omdat de anders iets meer in ritme lopen is. Ja, bij ons is dat proberen van deze een keer. patat dat erop en uh, zien waar, dat, waar dat we uitkomen. En proberen die snelheid zo hoog mogelijk te houden. Dus ja, het is niet. Als ik moest aanraan, zou zo niet meteen het nummer zijn dat ik zou aanraan aan de modiale mens voor uh, <laughs> probeer dat een keer te doen. Dat, dat zou ik nu niet doen. Nou, nou, we hebben van het weekend nog. Kampioenschappen op de ergometer gezien, Bobby, dat Daar vielen ze toch ook wel redelijk dood van de, van, de, van de roeier af. Ja, dat is echt grappig, die, die vallen dan zo over en dan hangen die zo 5 à 10 seconden zo op die roeier. Even. Ja, dat is 7 minuten, of 6 minuten, kleine 6 minuten die inspanning. Dus, ja. ja, roeiers zijn eigenlijk nog degenen die ja, het meest ontwikkeld zijn denk ik qua, qua lichaam ook en die tips van kunnen gaan als ze dat. Wat hoorden in de testen en al die zijn, blijkbaar echt wel. Uh... Hey, ik denk dat die ook nog iets intensiever meer spieren gebruiken ja, of ja. zo. Ge... Die, die gebruiken echt ook nog hun, hun armen ook nog erbij, wat wij ja, wel iets minder doen ten opzichte van hun. Dus ja, respect voor, uh, voor de jongens die nog wat sotter zijn dan ons. Wat is bij u de hoogst gemeten lactaat? Weet u dat? Ik ga eerlijk zijn, ik heb er echt totaal geen idee van. Omdat wij, wij nooit lactaatmeting doen, zeker niet naar een. Ja, na een zware training. Voor ons is het de bedoeling om de lactaat zo snel mogelijk naar beneden te krijgen. Maar dat mag van ons in een enorme piek om een keer opkomen. Dat is, dat is normaal bij ons. Dus het is niet dat wij als afstandloper proberen onder onze grens te blijven. Nee, wij moeten juist over die grens proberen te gaan en die grens proberen zelf nog wat, wat hoger te leggen. Dus... Maar die hele gaat dit toch belachelijk hoog krijgen? Ja, ja, ik denk dat dat wel. Ik heb dat gehoord dat dat blijkbaar voor 400 lopers ja, over de 25 naar de 30 minimal of zo zou kunnen gaan. Dus, die dacht wel, ik vroeger bij 13 dat ik een goeie test uh, had gedaan. Ja. ja, ik heb toch ook ooit al eens 10 aangetikt, denk ik. <laughs> dus ja, het is wel, wel even, dat weet ik wel. Mooi. Eh, die drie medailles uh, vorig jaar. Wat was, de, wat was de mooiste of mooi dat niet voor uh, De mooiste voor, voor mij persoonlijk was denk ik de eerste, 2K indoor. Omdat ik toen juist ja, kwam uit mijn, uit mijn opleiding van het leger. Dus eigenlijk had ik aan me afgesproken geen indoor te doen. Omdat die, ja, ik heb echt maar een, nog geen maand getraind. En één wedstrijd of twee wedstrijden gedaan om te zien wat dat kon of wat dat niet kon. En toen beslist van, oké, okay, ja, ik wil wel lopen voor de ploeg als, als Jaak mij nodig had. Um, en gewoon omdat hij super onverwacht kwam, was dat eigenlijk ja, voor mij de mooiste van al. We kloppen naar Amerika in de reeks en die liggen eruit. Dus dat was al ja, de eerste stap van, oké, okay, Amerika ligt eruit. Dat is wel de, de grote vis die, die weg is. Dus we wisten wel dat er iets kan. Um, en dan, voor, ja, dat goud winnen, dat was wel... Oh, ik denk dat dat niemand eigenlijk verwacht had omdat al de ploegen redelijk aan elkaar gewacht waren op dat moment. Um, dus ja, dat zorgde ervoor dat dat wel... Allee, voor mij de, de schoonste, als die er nu thuis hangt. No, ja, snap ik. Dat is ook... Goud is goud, hè. blijft goud. Blijf, goud. Oké, okay, het, is, het is indoor niet ieder land toe mee. Dat, dat weten wij ook wel. Um, maar ja, het is aan hen voor vo wel ja, mee te wel. doen, dus... Ja. Het is niet uh, iets uh, die aan ons, aan ons ligt of dus zo. Ja. ja je zei uit je opleiding... In het leger, um, wanneer kwam die aankloppen of wanneer, wanneer, hoe, wanneer was dat een traject dat er kwam? Eigenlijk heb ik, uh, heb ik zelf aangeklopt aan bij hen. Um, ik denk dat dat het jaartje voor de Spelen was dat ik mij uh, aangemeld had bij hen voor, een, uh, voor ja, de inleving in, in topsport defensie. Um, en op dat moment, omdat corona was geweest, normaal gezien zijn dat er vier die mogen starten, was dat, waren dat er acht. En toen had ik uh, ja, had een beetje het idee van, ja, het zijn er acht, misschien maak ik hier wel iets meer kans om, om erbij te zijn. Um, en ben je zo aangemeld en voor de, de commissie gekomen, dan moet je jezelf verdedigen. Dus wat dat, je... dat was belangrijk als militair. Ja, uh, dat, was, uh, dat was wel een hele opgave. Dat was, dat was, wel soms, uh, allee, dat was niet zo, zo gemakkelijk, omdat je uiteindelijk uh, komt daar in, in een zaal met allemaal generaals en koloneels. En, uh, dat is ook ja, een van de eerste keer dat je daarmee in, in aanraking komt. Um, dus, en dan is het aan hen om te kiezen. Ja, ik denk dat we in totaal met een stuk of 24 waren die binnen wilden komen bij Topsport Defensie, maar over allerlei sporten. Um, en dan was het aan hen om een ranking op te maken uh, van 1 tot 8. En die mochten sowieso starten. En dan was er nog de tweede ranking die eronder stond. Stel dat er iemand van die 8 die mag binnenkomen zegt van ja, ik wil het toch niet doen. Dan mag die nummertje 9, komt er dan bij. Um, en dan uh, ja, stond ik blijkbaar op nummertje 1. Het was blijkbaar redelijk goed aan mijn verdediging. Uh, dus allee, ik was er wel content van. Ik heb er veel werk in gestoken. Ik had mapjes gemaakt en al voor gemaakt me, om mezelf wat te, ja, te presenteren aan, aan die man. Um, want het was wel een grappig ik, ik kwam binnen en het eerste wat ik vroeg van, ja mag ik mijn mapjes uitdelen. En die waren allemaal zo naar elkaar aan het kijken. Van, mapjes uithalen. Uh, had hij hem je of zo? Ja, een mapje met wat ik allemaal gelopen heb, en dat en met een foto ben en zo. Um, dus misschien dat dat al zo'n eerste goed momentje was voor, voor die man van: oh ja, kijk, die stikt hier wel ze werk in. Um, wat al en, aan van kleding? Uh, ja, ik had gewoon een kostuum aan. Omdat op, op dat moment zat ik nog niet in het leger, Dus het was nog niet dat ik een, een militair kostuum of uniform had. Um, dus dat was ja, een zwart kostuum binnen. Ik denk dat dat oké okay was voor hun. Um, en dan was dat oké, okay. dus ja, dan, uh, dan uh, mijn contract getekend en dan drie maanden opleiding moeten doen zoals iedere militair heeft. Uh, dat noemt de MIF, Militaire Initiatiefase. Um, ja, leren schieten van alles wat, uh, marcheren, alles, alles wat een normale militair heeft. En dat was dan, uh, net na de speel van mij, heb ik dan die drie maanden afgerond tot juist eind uh, december en dan begin... Klein maandje trainen, en dan stond WK indoor al, al voor de deur. Dus we wisten al wat gedaan. Amai, vond je dat leuk, die opleiding? Uh, het was leuk, maar wel zwaar. Um, fysiek viel het wel allemaal vrij hoe mee, dat moet ik eerlijk zeggen. Mentaal was het een beetje een switch dat je moet maken, omdat je ja, als, als burger, als er iemand iets zegt tegen jou en je wil het niet doen, dan doe je het niet. Daar in het leer, als iemand zegt je moet dat doen, dan moet je dat doen. <laughs> dat, is, dat, is, dat is eigenlijk simpel, maar je moet het gewoon doen. Um, dus ja, die, die bivak weken ook. Dus, dus ja, even, even aanpassen. Zijn een, het zijn enorme lange dagen. Ze um, zijn heel veel bezig met van alles en nog wat. Um, ja, het is, het is wel op die manier. Op die manier komt het soms ook wel fysiek wel zwaarder. Omdat je, omdat je gewoon zodanig lang wakker zijt. Je moet nog alles blijven doen. Alles moet proberen correct te verlopen. Ook al ja, sluipt er een keer een foutje zo in. Um, dus dat waren wel soms heel lange dagen. Um, maar wat een hele goede groep en dat maakte het ook wel wat makkelijker. Uh, iedereen probeerde elkaar wel goed te helpen, uh, steunde elkaar en dat zorgde ervoor dat dat wel wat vlotter ging. Ja. Hadden er nog topsporters? Um, in mijn groep niet, um, maar we waren wel bijvoorbeeld bij Nathalieker Robin Hendriks en Dieter Kersten. Um, zij zaten in. Uh, ik zat in Kleine Brogen, zij zaten een klein beetje verder, dat weet ik nog. Um, dus het was allemaal ongeveer dezelfde periode dat, dat we begonnen. Um, maar ik was de enige topsporter binnen ja, mijn peloton. Ja. Uh, maar dat was oké. Okay. Ik kun je goed schieten. Um, ik, heb, uh, ik heb mijn uh, kwalificatie voor te schieten. Dus, uh, dat, is, uh, <laughs> dat is goed voor mij. <laughs> nee, het is wel, het is wel, dat is echt wel van, ja, de leuke dingen die dat je, dat je kan doen. Iedereen is al wel heel gehyped op. Uh, om te, om te beginnen. Maar het is allemaal echt. Ja, je moet echt weten wat dat je doet. De, de safety uh, maatregelen zijn echt on point op dat moment. Want dan zit je niet meer uh, als een kleutertje met een, een speelgoedweertje rondlopen. Dan zijn wel echt wapens in je die hoorn uh, die iets uh, ergs kunnen aanrichten. Dus moet je wel echt weten wat je moet doen. En dan zijn ze wel streng. Maar dat is, dat is logisch ja. en normaal. Dat ze op dat moment wel streng zijn, vind ik. Ja. Iedereen denkt ook altijd dat het leuk is, maar wat ze nooit tonen is die week dat je zo droogtraining aan het doen bent. De weken voordat je naar de stond gaat. Ja, het is, ik zei het, is allemaal wat, wat aanpassen. En eh, dan doe je, doe je al je manipulaties ja, zonder het schieten zelf. Maar dat is echt hard werken. Moet je echt maken met alles eh, tot, eh, tot een puntje proberen goed te lopen. Dan moet je echt weten als, als je wapen hapert. Eh, want dat is iets in de films, in de films zie je nooit dat een wapen hapert of zo, Dat is altijd, al de koolstof komt eruit en zonder probleem, dat is allemaal waar, Dus uh, je moet weten, als er iets gebeurt, wat je moet doen en uh, dat is wel een belangrijke zaak. Oh. Ja, in de container heb je mijn geweer gehaperd. <laughs> ja, voilà, Ze hebben dat eruit gekreemd. Voilà, voilà. <laughs> dat is in de films, dat is allemaal, dat is echt film, dat kan niet. Dat kan niet. Ja. Wie, wie is er nog samen aangenomen met Robin Hendricks en uh, Dieter Kriet? Dat is op op plek 9. Ik krijg echt zo die rankings? Um, ja. ja, ik ga eerlijk zijn, ik weet niet allemaal wie dat er daar, achterbij zat. Nou, als je opeens zat, zou ik dat ook niet interesseren. <laughs> dus, uh, uh, dat weet ik niet. Ik weet bijvoorbeeld Michael Bassoe heeft ook ja. hem ook aangemeld maar hij heeft dan uh, achteraf gezegd: van, Ik zal het toch niet doen. Um, dus ja, dat, dat, is, dat is een lijst die we niet meekrijgen. Dat we niet, dat wij niet mee de juiste kolonel of zo kennen werkt ook altijd. Ja, eh. ah, als je wat mensen kennen, dus soms wel, uh, is wel wat, wat handiger, inderdaad. Oh. Uh, hoe is dat om, om zo. Uh, je hebt daar straks gezegd dat als je klein was, dat je een post had uh, van de Borlés. Ik denk de eerste keer uh, dat zij in Peking, dan zeg je elf jaar, als ik me niet vergis. Ja, kan. Om, om dan nu met die mannen de ploeg te delen eigenlijk? Ja, nu, nu, nu is dat wel leuk. In het begin was dat wat, wat moeilijker, omdat je. Ja, als, groentje, als groentje erbij komt. En ik heb het gevoel dat je u eerst wat moet bewijzen en dan gaan ze u pas wat accepteren als ze zien van oké, okay, die, die kan iets of die, die vecht voor de ploeg. Um, mm -hmm. Dus dan loopt dat wel, wel wat los. En nu ook als, als er iets in is, Kevin is een kapitein, kunnen wij altijd bij hem gaan. Um, uiteindelijk, we trainen allemaal apart en enkel voor een kampioenschap komen we dan wel samen. Maar ondertussen, iedereen. Is zo geroutineerd worden, iedereen met elkaar zelf, uh, niet, niet echt in een, in een vaste volgorde. Iedereen, iedereen kent elkaar door en door een beetje zodat hij loopt dus, op zich vond dat vond dat allemaal geen probleem niet meer. En ik zei het, als, als als er iets is, dan uh, dan ga ik even nog zo wel helpen. Als ik even niet is, Steon had dat dan een die helpt. Dus die man zorgt er wel voor. Die zijn ook uh, gekend uh, binnen atletiek atletiek Dat zal zo, da zo lang meedraaien dus, die man neemt ook wel wat, wat aanzien als er uh, op, een, op een EK of een WK het wat het wa misloopt of niet goed loopt, dan als die keer iets zeggen, uh, komt dat meestal snel in orde. Wordt er gedoopt uh, bij de tornado? Een, een ja. uh? ik, ik ben niet, niet gedoopt geweest, dus ik weet niet of het er iets zou zijn, of niet. Ik nu, nu invoeren. In <laughs> in in Misschien is dat inderdaad nog uh, een optie dat we een keer uh, kunnen aanvinken om te doen met de ploeg. <laughs> oh. Uh, er is ook altijd wel wat te doen rond te startvol worden. Uh, ja, ik denk dat Kevin meestal onbetwist slotloper is. Uh, maar leg dat eens zo wat uit, de, de tactiek, waarin kan dat verschillen van wie dat opent? En... Um, ja, meestal is het de, de derde loper, is meestal degene die het, het safe is. Um, als, uh, als startloper moet je ervoor zorgen dat je ja, in een zo goed mogelijke positie. Erbij zit. Dus, Jaak heeft graag dat er um, al iemand is die snel kan starten, ook effectief begint. Dat we niet achteraan in de race zitten en dat we, dat we dan moeten beginnen Zo so, De tweede loper is meestal het moeilijkste werk, want die moet hij zetten in de groep, want hij Je komt binnen. We horen het, Julien is daar super goed in. Die heeft nog altijd zijn snelheid van zijn 100 en 200. Hij is een heel brede kerel, dus die kan hem ook wel wat zetten tussen, tussen de jongens. Um, en, en de vierde loper is ja meestal degene die probeert af te maken als er nog iets moet afgemaakt worden. Um, en momenteel is dat Kevin, en Kevin doet dat nog altijd goed. Dus ik denk dat dat een beetje het vast eindrecept is van de ploeg. En de eerste drie kunnen we wisselen. Ik denk dat Julien ook nu wat meer vast begint te komen op die twee. Um, indoor is dat nog altijd net iets anders, omdat je daar al in het begin echt mee moest zijn. Dus dat kan wel zijn dat Julien dan in het begin al meestal op één staat. Um, dus ja, dat schuift wel ook een beetje op het moment zelf. Wie is er echt super goed in vorm, of wie is er misschien net iets minder in vorm. Of wil ik hier, uh, op de verrassing spelen tegen de, tegen de concurrentie? Want dat zie je ook wel vaak. Um, dat je denkt van ah, die gaan ze laat zetten. En dat zie je toch bijvoorbeeld op TK. Ja, iedereen denkt Hudson Smit is Europees kampioen 400, die gaan ze laat zetten. Nee, die start dat de, dat de ploeg direct mee is. Um, dus. Ja, dat is een beetje wat er op dat moment in de zaak zijn hoofd uh, omgaat, Hoe dat hij de ploeg zet of niet zet. Ja, je hebt al als startloper ook. Is dat een groot verschil als je. welke positie je moet lopen? Voor je stress of voor je... Um, ja, het enige verschil, of echt verschil is. Als startloper kom je niet vliegend aan. Dus dan is, zijn die teen ook ja, wat minder belangrijk. Want de rest komt vliegend aan. Die zijn. de laatste, allee, de volgende drie zijn sowieso sneller. Um, dus, ja Dat is iets dat je in je, je hoofd wel weet als, als iedereen begint te kijken naar die tijden, naar die eerste Of de startloper is het traaste. Ja, dat is logisch, want die komt in een blok. Ik kom niet 10 meter. Nou, je kunt al... met niet zoveel volk vergelijken. Ja, je, kunt niet, je kunt dat niet vergelijken. Die blijft ook in een zijn baan. Al de rest komt, komt naar binnen. Um, of kan hem achter iemand zetten voor uh, die, die tempo maakt. Dus dat is iets. Uh, ja, als startloper is dat wel soms ook wel gemakkelijker. Dan weet je van ik moet met niemand rekening houden. Gewoon een toertje lopen. En de stok afgeven. En de stok afgeven en job done. <laughs> het is dan <laughs> aan de volgende, degene die die werk moet doen. Um, je weet ja, de, de tweede loper is, is vaak soms een beetje de, de moeilijkste, omdat er daar naar binnen komt. En ja, wordt er wel wat geduwd en getrokken soms ook een keer. Um, maar ja, ik zei het, iedereen is zodanig zijn ding gewoon dat, dat, dat er eigenlijk bijna geen probleem meer vormt. Ja. Um. Ik wou ook nog iets vragen over Eugene. Omdat je als Nike-atleet, um, ja, in toch een beetje de loophoofdstad van Amerika of zo, mogen we dat zo zeggen? Ja, daar was hoe, het wel. Uh... Hoe speciaal dat, dat was. was? Toen zat ik nog niet bij Nike, dus ah, het is okay. maar vanaf dit jaar dat ik op oh, je zit. Dus daar. Uh... Um, ja, <laughs> was het maar waar. <laughs> maar nee, dat was, dat was wel super speciaal, omdat je uiteindelijk. Um, ja, Oregon is waar Nike geboren is. Je ja, voelt dat aan alles in die stad. Er zijn overal winkeltjes van Nike. Het is, het, is, het is niet één winkeltje, het zijn er honderd winkeltjes. Um, dus je voelt dat, ja, ik ademt iedereen daar. Um, ik denk als ze daar een andere sport beginnen te doen, dat, je, dat ze zeggen: salut en oh. <laughs> doe maar uw ding, maar uh, niet, niet hier. Um, <laughs> maar uh, ja, en ook gewoon dat stadion. Uiteindelijk was dat een, een campus. Piste, en ja. als je ziet, ja, het is aan het Hans Museum bij van Nike. Dat is, dat is echt ongelooflijk, en dat is wel iets dat we, dat we hier wel kunnen leren van de, van de Amerikaan. Nou. Uh, ook nog over Oregon. Um, er is een foto waar jullie alle vier de medaille vast hebben. Heb <laughs> uh, jij een ander gekregen? Of is die nee, van u? Nee, dat is, omgedraaid? dat is de achterkant. <laughs> Ja, ik ga eerlijk zijn, ik had nooit door welke, wat dat de voor- of achterkant was daar. Dat was ervaring. Dat, <laughs> ja, ja, dat was zodanig snel dat we dat allemaal moesten doen. Want um, eigenlijk zat er daar niemand meer van publiek of zo. dat staan ons volledig leeg. En ze moesten nog snel een foto hebben. En dat was iedereen snel die medaille. En dan moesten we doorgaan omdat alles afgebroken moest worden. Um, dus ja, het was van zodanig snel te zijn dat ik uh, de andere kant heb getoond. Maar kijk, de mensen kunnen je zien. Wat dat, de... Ja, ja, dat ja. de achterkant ook is. Dus, maar... Zouden we dat standaard moeten doen, twee man dat mannen die omdraait en twee de voorkant, tweede achterkant. Dan ja. de achterkant weet je hoe dat de medaille volledig is. Ja, de kans is groot dat dat een poster wordt, hè? Wie weet, wie <laughs> weet, ooit. Uh, dan gaan ze wel terug wat papieren versies moeten maken, denk ik, anders. Uh... Ja, we moeten dat wel terug doen, vind ik. Ja, je um, ge wordt ge word gesponsord door Pursano? Klopt. <laughs> ja. Waar is dat? Um, zij doen vooral uh, natuurlijke voeding, gedroogde besjes. Um, nu ook eiwitten en zo, dus zij ook. Um, en dat is eigenlijk een bedrijfje in, in Geluwe. Dat is niet zo ver van ons. En, um, ja Duotlon, elk jaar. Eigenlijk. Uh, uh, ooit een keer gevraagd voor, uh, voor sponsoring. En uh, ja, die wou direct meespringen op de kar. En ik denk ondertussen nu al een jaar of zes, zeven ondertussen dat ik, uh, dat ik sponsoring krijg van hen. Dus het is wel leuk om zo... Ook lokaal proberen uh, ja, mensen te helpen. Zij proberen mee te helpen, wij proberen hen te helpen en zo, uh, zo wat erin te groeien. Je zei daarnet dat, dat Nike niet in Oregon getekend is. Nee. Dat, uh, is het moeizaam gegaan? of, 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 of um, Zoiets in werk. Zo'n contract is sowieso niet, niet, niet zo simpel. Um, ja, dat is ook samen met Lina, Lina Simons gebeurd dat we eerst wel gaan polsen zijn bij, bij de merken, of dat er, iets, of dat er interesse was. We kregen wel al wat, wat sponsoring van Nike, maar niet in de mate dat dat nu is, of dat met een contract is, dat was totaal niet het geval. Um, en Nike wou meteen uh, een, een contract aanbieden, de andere merk niet. Dus dan was het uh, heel snel kool van mij. En uiteindelijk, binnen de atletiek is Nike nog altijd. Het hoofdmerk, denk ik. Dus uh, ja. het was, uh, De keuze was heel heel snel gemaakt voor mij. Ja. Uh, Lina, aflevering 161 ja. van de Zorgclub. Ik heb het even opgezocht. <laughs> <laughs> uh, maar inderdaad, ja, Nike eigenlijk. Als ik atletiek zou doen, ik zou bij een Merk willen zitten, zou ik bij Nike willen zitten, alleen daar. Ja. Ja, ja, het, het is wel nog het grootste, het grootste merk, denk ik dat er is. En zeker met een uh, ze zijn op de markt gekomen met de Superspikes ook een jaar voor de, voor de of iets voor de Spelen. Dus ze zijn er enorm mee bezig en dan voelt het wel leuk aan als ze, als ze ja, iets willen aanbieden als, als atleet. En ik denk dat dat stomdo zijn moest je zeggen ja. voor zo'n ding. Stonden op die emmertjes ook het Nike logo? Hier? Nee, nee, nee. Er stond een eentje op van de Oregon Ducks. Dat stond erop. Ah. Ja. Ik heb trouwens uh, voor de 10-kilometer-weeperflies besteld. Oh. <laughs> Hoe zit het daarmee? Hoe Ja, trainingen lopen. Hè. Uh, de de sigaretten zijn er. Uh, ja. Dus daar gaat het niet liggen. Ja, voilà. ja ik zit altijd te denken, maar achter hem is je zo uw nummer van Berlijn met reclame van Aldi, dat is op. <laughs> oei. oei, oei. Ja, maar dat is uh, onscherp in beeld. Dus. Ah ja, oké. Ik kan me dan even wat voor gaan zetten. Ja, <laughs> um, ik heb uh, ja, vroeger meer kamptrainingen gedaan. Um, in de zomer is het WK 20 kamp, kom terug naar België. Ze uh, probeert me warm te maken, kun je tips geven. Tips, oh, dat is wel heel, heel lang geleden. Mee. Um, gewoon als het doet voor de, voor de fun Veel plezier in. Ik denk dat dat de beste tip is dat ik dat kan geven en. We zien wel uh, wat eruit komt. Ik denk dat je plezier moet hebben. En dat is het dat ik ook nog altijd heb in de sport. En dat je het, denk ik, het meest kan uithalen als je wat, wat fun hebt. En door, door samen te doen met vrienden, zo'n ding. Uh, ik denk dat dat uh, elkaar alleen maar kan stimuleren en helpen om, uh, om proberen beter te doen dan elkaar. <laughs> ja. ja. Het zijn twintig disciplines. Mm -hmm. Het zijn, ik denk alle, alle disciplines van in het stadion. Ja, denk ik. Twintig, zo. Ja, een boterham. Maar het is ook wel moeilijk om te zeggen. Want er, wie, als wij dat nu zouden doen, Bobby, wie. Ja, Bert Misplo moeten we hebben, hè? Ja, ja dan Bert. Uh... Bert... Uh, Bert Tweevoudig ja. twee wereldkampioen, hè? Ja. Die, had wel, uh... die had veel goede tips hebben, dat ben ik zeker. Ja. Maar is dat ook zo geen natuurtalent die dat. De... Die, had hij vorige zomer niet nog een stiepel gelopen en ah, ja, op... een ja. <laughs> op... en op BK heeft hij denk ik ook samen meegedaan de... ja. ja, ja. uh, ik denk dat hij ja. meer als een minuut rapper liep zeppen dan op de stiepel ja, ja maar de tactische reden kampioenschappen mogen de mogen niet onderschatten hè <laughs> de plek die tel je op een kampioenschap niet al, al oud. Um, je hebt net je PR in doorgelopen um, was dat voorzien Um, nee, totaal niet. Eerlijk gezegd, omdat ik, uh, de, de training waren oké, okay, nog, niet, nog niet top of zo. Um, het was vooral eigenlijk voor proberen de periode die nu komt, uh, goed te zijn. Niet, niet of drie, drie of vier weken geleden al uh, zo snel te lopen. Dus dan is het wel leuk om zo te starten. En als uh, je ja, direct die EK-limiet hebt, dan is de druk er ook wel af. En kan je wel wat, wat vrijer proberen te rondlopen. En, ja, dan moet je niet meer zo zodat extra gaan zoeken van dit of dat uh, komt beter. Uh, ja, je ziet wel nu wat, uh, wat dat er komt op, op wedstrijden. En als er een keer een wedstrijd wat tegen zit, dat mag nu wel. Um, anders, als je dat niet loopt en die periode voor, de, voor je kwalificatie begint korter en korter te worden, dan, dan begint dat wel vaak te spelen bij atleten. Van, oh shit, het is, het is nog maar een week dat ik heb om mee te kwalificeren. En als ze ja, als dat met je eerste wedstrijd doet, is dat wel direct even goed. Gelukkig. Oh. We zijn er al bij en uh, we kunnen gewoon, uh, gewoon doorwerken. En... Dat is wel een kans oplichting. Oh. De derde snelste tijd, welke zijn tijd al getuiden. Ja. De, de twee Broes voorbij. Ja, het is wel leuk dat ik, dat ik sneller ben dan de Bolees. Uh, ik denk, uh, Cedric van Brandtham staat met twee honderdsten nog voor mij. Dus die zou ik wel nog zeker gaan hebben dit, dit seizoen. Dat zou wel heel mooi zijn. En, uh, op zich het buitenrecord is ook niet zo ver. Maar uh, 45 indoor is al. Van wie is dat? Van Julien aan het ja, geworden. Juist. Dus dat is echt heel, heel scherp. Um, dus ja, we zullen wel zien wat dat het uh, brengt of niet brengt. Maar we kunnen al sinds al niet klagen over hoe dat, uh, over hoe dat loopt. Dus uh, we zijn al super tevreden. De, het is binnen een, klein, uh, een, een kleine maand zeker, twee keer indoor. Ja. Wat staat er nog op je planning tot dan? Um, dit weekend loop ik nog in mids. en dan gaat ja, het een beetje afhangen van raak ik nog binnen in een, een gold meeting of niet. Um, lukt dat, dan ga ik waarschijnlijk daarvoor opteren. Lukt dat niet, dan zal het uh, de BK worden indoor. Um, en dan is het eigenlijk al terug, uh, ja, is denk ik maar een dag of vijf, zes later is het EK al. Dus dan komt het wel heel kort bij, dus dan uh, zal het gewoon nog wat onderhoudstraining training zijn. De, de grote piek van, van trainingen die ik nu achter ons nu is vooral proberen uh, scherp te blijven, fris te worden. Um, en nog twee of drie goede wedstrijden te, te lopen voor, uh, voor dat DK. Ja, Lina gaat dat wel regelen, die goldlabel. Uh. Ik hoop het ook dat ze de, dat ze <laughs> kan regelen. <laughs> <Ja. lacht> Hoe zijn dat bij Lina terechtgekomen eigenlijk? Um, Lina trainde vroeger uh, bij ons uh, heel even voor uh, haar stage dat ze deed, ook voor een stukje haar Nederlands te leren heeft ze een jaartje bij ons getraind um, in Gent. En ja, haar zo alleen kennen. En dan... Ja, ze zat in, bij, bij RISK Dus je bleef dat dan wel wat tegenkomen op, op wedstrijden en zo. En vandaar... Um, ja, ik had ook geen manager of zo. En met dat ik haar wel kende, een keer een, een belletje gedaan. En dan is dat zo, uh, zo gebeurd bij ons, eigenlijk. Want ik denk dat ze bij ons vertelt dat je eenmaal naar eerste Ja, ik was, ik was redelijk vroeg. Ik denk Julien en Robijn. En dan waren de allereerste. Um, en toen hoorde ze dat nog vrij beperkt houden. En toen ja, heb dat ook een keer gevraagd of, ze, of dat ze dat zag zitten. Of dat ik erbij kwam of niet. Um, en dan heeft ze like, vrij snel ja gezegd. En denk voor haar is de bal ook wat beginnen rollen. En denk dat de bal goed aan het rollen is nu voor haar. Dus ik denk dat ze het vrij druk heeft. En dat, wel, uh, dat, ze, dat ze goed bezig is. Ja, Sapi had ook nog iets over zijn trainingsgroep in de voorbereiding gezet. Ja, nee, ik, ik zag inderdaad dat de trainingsgroep uh, ook een, een Instagram-pagina heeft. Ja, klopt. Um, dat maar ik, ik zie dat heel veel uh, verschijnen, maar ik vraag me altijd af wat is het wat is do doel daarmee? Want dan heb je daar ook aparte sponsors voor. Je hebt dan je club waar je Ja. Uh, wel, wat wij we, wat voelen is, ja, yeah, we zijn met buiten ik allemaal studenten die samen trainen in hand. En je wel, ja... Als we samen op, op stage of gaan, is dat eigenlijk meestal onze groep die gaat op stage. Niet echt met, met de club, terwijl sommigen dat, dat ook doen en ja. ik doe dat soms ook nog. Um, maar als we echt op, op, op stage gaan voor de trainen ons, is het meestal meestal onze groep die, die op stage gaat. En um, dan dan we um, ja, het idee van waarom zouden we eigenlijk niet wat, wat sponsor bij zoeken voor onze, onze trainingsgroep. Um, ja te promoten en onszelf wat proberen te helpen om, uh, met wat dan mogelijk is. En we zien wel wat uh, dat eruit komt of niet uitkomt. En zo zijn we eigenlijk vorig jaar dat project wat wat begin starten met uh, Manon en ik en Filip. Uh, en, en dan nu met de, met de groep die wel wat groter geworden is, want er zijn wel wat jonge gasten bijgekomen dit jaar. Um, en we dat, hebben dat wat uitgebreid. En ja, die bal is aan het rollen. Ik denk dat we nu een, een sponsor of, of drie, vier bij hem, dus ik denk dat we zeker niet kunnen klagen. En het, is, uh, het is goed bezig op dit moment. Ja. Zelfs uh, een sponsor van uit ons dorp, erop zappen. Ja. ja. Ja, het is echt nice. Het is overal wat, wat, wat rondvragen aan het doen. En ik weet, ja, als, als sponsor de tijd is ook niet de meest gemakkelijke. En, um, dat maakt het in, misschien wel interessant, ook met, met onze groepen zijn van, van alle provincies samen, dus qua visibiliteit en zo zijn dat denk ik ook wel, zijn dat wel interessante zaken. Dus uh, ja, we proberen, we proberen ons best ermee te doen. Ja, ik, dat, uh, dat roeien trouwens, ik zat in de reeks met, met Lode Lemmelijn en die uh, waren dan aan het, het losroeien. alleen bij mij ging dat niet echt, maar ik zat dan terug op de en, en uh, die drinkt een liter chocomelk. Want dan was het zo hij juist 100, uh, kalor, uh, ja, 100 gram uh, proteïne ja. daar juist in. Ja. En, hij weegt, en hij weegt 100 kilo, dus hij <laughs> die was echt gewoon een brukje naar binnen aan het kap. Het echt... Ja. Achteraf bij ons, is, bij ons is het meestal achteraf dat de chocolade erbij komt, niet niet vooraf. Nee nee, het was achteraf inderdaad. Ja, erbij, ja. Dus, um... Maar een liter vond ik wel veel, uh, indrukwekkend. Uh... Ja, dat is wel, uh, dat dat wel stevig, een liter. Of het zijn glazen flessen, zeker. Nee? Of, uh... Uh, ja, het zijn glazen flessen. Meestal is het zo, ja, een half liter dat er. Uh... Dat is ook genoeg. Twee van die flessen, wat te veel zijn, denk ik. Ja, ik vond ik wel indrukwekkend te luiden. Eind uh. <laughs> <laughs> um, februari is het ook EK. Wat mogen we verwachten? en ja. van de ploeg. Um... Ik vind dat wel moeilijk voor, uh, voor op te antwoorden, eerlijk gezegd. Omdat ja, ik sta nu wel met de tweede tijd op, op, de, op de Europese ranking. Maar iedereen staat zodanig dicht bij elkaar dat, dat, dat het moeilijk is om te zeggen dit of dat. Moest, het, moest ik een finale kunnen halen? Ik denk dat dat heel mooi is. En in de finale legt uiteindelijk alles open, omdat er, ziet er eentje bovenuit Dat is karsten, waarom? Dus iedereen weet eigenlijk al. We lopen voor plek 2 plek, plek en 3 te zijn dat er iets zou gebeuren, of hij doet toch niet mee. Um, dus ja, het moest het finale lukken, graag. En dan, dan kan er denk ik wel iets, omdat iedereen, iedereen zo dicht zit. En ik weet van mezelf, ik ben ook wel vrij constant qua tijd. Het is niet dat ik ja, na, na twee of drie races een enorme, een enorme drop heb. En met de ploeg, ik denk dat we met de ploeg ja, aan onze stand uh, moeten voldoen en gewoon voor die medailles teruggaan, voor dat, voor dat goud eerlijk gezegd. We zijn weer kampioen indoor. Um, het zal wel afhangen van wie dat er ook meedoet. Want het is, het is maar één ene keer lopen, Maar rechtstreeks finale zijn er maar zes die meedoen. Of die mogen meedoen. Dus dat zal wel nog een beetje, beetje kijken zijn. Maar um, ik denk dat er al. Ik denk dat Christian en zo ook uh, al goed, goed aan trainen en goede wedstrijden heeft afgeleverd. Dus ik denk dat we wel, uh, dat we wel terug kunnen meedoen voor die, voor die medailles. Is er een mixt? Um, niet op een EK. Dat is oh ja. enkel op een WK. Ja, dat komt van World Athletics en niet van European ah, Athletics. Heb ja, okay. je ja. het WK Mixed teamerlijn in de cyclocross, gezien afgelopen Dat heb ik niet gezien. Nee. Ik was aan uh, het trainen. Ja, dat kon ook niet, want ze zenden het al niet uit. Het is... nee, dat, <laughs> dat, ik dat niet. Maar dat was ook op vrijdag of zo. Dat was op vrijdag, ja, dat Wat vind je daarvan van zo mixed...? Ik vind dat wel uh, ja, een mooi initiatief. Uiteindelijk. Uh, doe Dan niets mis mee met twee man twee vrouwen bij ons uh, samen te laten lopen. Het enige jammer dat ik vind is dat ze dat nu gereguleerd hebben ja. welke volgorde dat dat is. Dat vind ik ook juist. Het was stof om ze eens man tegen vrouwen te zien. Lopen. Het, het mooie effectje eraan dat je om een keer een man zei terwijl er een vrouw aan het lopen was en of omgekeerd. Dus dat vind ik een beetje jammer eraan. Dat moesten moest ze niet gedaan hebben. Ik ben benieuwd of er misschien ooit nog een, een mix relay komt op de kortere aflossingsnummers, 4x100, of dat het er ooit bij komt. Um, ik zie dat eigenlijk ook wel nog gebeuren. Ik, ik zie niet in waarom het dat niet kan, waarom een 4x4 mix, maar bijvoorbeeld niet een, een 4x100 mix. Ik denk dat dat ook wel, wel leuk is. En zeker voor kleinere landen is dat soms ook wel net iets makkelijker om, te op, om te te, ergens op te zetten. Heb je hebt er inderdaad maar twee nodig, terwijl je er ander vier nodig hebt. Um, dus ja, ik zie wel, ik zie wel nog mogelijkheden daarin. Oké. Okay. Um, ik vroeg me ook af, de 400, dat is zo, vaak zo het nummer waar dat je ja, een loper hebt die in de reeks loopt, die dan in de finale. Allee, het is een blessuregevoelig nummer. Ja. Um, allee, het is super belastend. Ja. Voel je op voorhand van, ik zit op mijn limiet? Of, um... Ja, je voelt wel aan jezelf van. Ja, tot hier en niet meer verder meestal. Um, maar het grote voordeel is wel... Ja, je hebt de kines mee op een ik uh, en die mensen doen meestal soms wonderen zonder dat je het zelf uh, beseft. Um, en die zijn ook uh, ja, superbelangrijk, gewoon na, naar alles toe, direct na de wedstrijd, uh, heb je nog iets nodig of niet. Um, die, staan, die staan eigenlijk dag en nacht bijna paraat. Um, dus ja, je voelt het meestal wel zelf aan van... oké. Okay, tot hier en niet verder. Bijvoorbeeld, nu het EK die komt, stel dat ik tot in de finale raak, individueel met de finale erbij. Dat zijn, uh, ik dacht één, twee, drie. Dat zijn vier wedstrijden op drie dagen. Dat is al, voor een 400 is dat al meer dan genoeg. Het moet niet nog een dag bij zijn. Dan zijn we wel blij dat er soms een keer uh, dat er een reserve kan lopen, dat die, dat die een reeks loopt of, of omgekeerd. Um, dat je toch iets wat van rust hebt, want anders is dat wel. Maar dat is een beetje met een, met een indoor kampioenschap, dat wordt zo kort op elkaar, want je hebt na twee of drie dagen op een wk auto is dat ja, meestal acht of tien dagen je hebt. Dus dan zit er daar wel wat meer speling op. Met een EK- of een WK-indoor is dat wel net iets belastender meestal. ja Het is ook zo, toch heel vaak, uh, dat er zo geruchten gaan van, uh, die is licht geblesseerd, gaat hij klaar geraken voor de finalen of niet? Uh, ja. Ja, bijvoorbeeld met Kevin was dat ook op het EK dat hij, hij hem. Um, ja, De dag later wisten we eigenlijk al dat hij hem wel ging, ging lopen. Oké, okay, hij ging misschien ingetaped worden en zo. Um, maar uiteindelijk is dat ook wel een beetje de mind game die begint te spelen naar, uh, naar de tegenstander of zo ook. Want uiteindelijk die weten weet dat ook wel van: ja, je is geblesseerd, gaat hij lopen, gaat hij niet lopen. Uh, hoe gaan wij onze mensen zetten? Um, dus dat zijn allemaal wel zaakjes die, die meespelen. En ja, dat, meestal weet je wel de dag erna van: oké, okay, hij loopt of hij loopt niet. Want die ken, allez, iedereen kent zijn lichaam super goed. En je weet wel wanneer dat genoeg is, geweest weet of wanneer niet. Als die hamstring scheurde na nou, 50 meter, had je dat voelen aankomen achteraf bekeken? Had dat, of was dat uh, echt uit het niets? Dat was wel uit niets. Um, daar had ik niet echt van, uh, ja. iets op voorhand had, van kadelast of zo. En mijn adductor juist hetzelfde. Dat was, dat was alle twee op hetzelfde moment. Maar ik denk dat dat een beetje ja, spanning, nervositeit. Um, misschien toch, ja, uw hamstring, die op dat moment al wat, wat verzwakt is. Want je hebt al twee of drie wedstrijden gedaan. Ja. Um, dus het was ook al een lang seizoen geweest op dat moment. Met, met redelijk veel wedstrijden. Dus dat zijn misschien allemaal van die kleine factoortjes die beginnen meespelen. En die er dan ja, voor zorgt dat je, dat je toch een blessure oploopt. Ja. Hoe ziet die trainingsweek er zo wat uit? Um, van ons, ja, met 400, en we sprinters in het algemeen, wij wisselen wel vrij vaak af. Maandag is meestal snelheid en tweede een, een preventietraining. Uh, core, al, al zo'n zaken. Dinsdag is echt krachttraining. In, in het krachthok, gewichtjes. Um, woensdag is meestal ja, weerstand, dus dan is het echt diep gaan, uh, die... met dan in de namiddag ja, een training. En donderdag dan beginnen wij we terug met kracht, vrijdag is terug snelheid en zaterdag terug een weerstand met terug een recoup training achter. Dus we zijn wel zes op zeven bezig met meestal ja, een training of acht, negen, soms een keer tien. hangt er een beetje af van de periode dat we, dat we inzitten. Maar meestal is het zo dat we, ja, als het een heel zware training is dan komt er nog een lichte recoup training achter. Um, dat we toch iets wat recupereerd zijn voor de dag erna. Anders, anders voel je het wel in de beentjes. Een zondag-duurloop? Uh... Nee, 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 nee. Dat zit, uh, dat zit er niet in. We, zo, ja, de zondag als. of de zaterdag, meestal na is dat wel zo van die, die recuper is op basis van die zes-minuten-test. Um, maar dat is uh, ver genoeg. Dat is ja, al wat Ik las. Ook in een interview dat je duurlopen dat dat 20 tot 25 minuten is. Vroeger ja, vroeger ah. deden we dat soms een keer zo als, als loslopen, en, een duurloopje, 20 25 minuten, maar dat, dat is het. Dus langer, langer dan dat gaan we, gaan we niet echt lopen mee dan is het, uh, het vol passé. Dan ja, raakt het dorp ook niet uit hè Nee, het is soms gewoon uh, 10 minuten de baan door en 10 minuten de andere baan terugkeren, dus dan is de uh, 25 minuten niet zo super lang voor ons, maar... Okay, dat is iets dat wij ook niet echt nodig hebben met zijn sprinters. Dus die 20 of 25 minuten loslopen, is al onze, onze straf bijna. Ja, ik ben aan het denken Seppe, als wij 20 minuten zouden willen gaan lopen, van hieruit. Ja, dus... Ik denk dat we juist nog niet tot aan de vaart geraken. Nee, nee. we ja. hebben in de week toch een half uur gaan lopen. Dat een was, half uur? Tot aan de dat vaart was... terug. Ja, inderdaad. Um, maar verder, wat? Ja. 20 minuten? Ja, het zal We uh, <laughs> gaan niet zo, niet zo ver geraakt met met 20 minuten. <laughs> nee? Uh, verder hebben we nog, uh, nog vragen voor Alexander? Uh, nee, ik, ik moet nog een, een shout-out doen naar... Uh, de Wart. De Wart. Onze Roeselaarse fixer. <laughs> <laughs> ja. Ja, je zei ook van, van ja. ja. de dat net als en Klopt. De... Zit daar de... nog talent dat we moeten, uh, moeten gaan halen? Ja, wie... <laughs> Wie weet, misschien nog binnen een paar jaar. Tussen Fritje en ik is er ook wel een paar jaar verscholen. Dus wie weet, uh, binnen een paar jaar. Ja, Wartje is op de rave, dus. Ja. En, uh, maar hij zei, ja, um, uh, Alexander zijn vriendin luistert ze luistert ja. uh, naar ja. de Jokclub. Ja. Emma ja, luistert echt super veel. Okay. en allemaal is al beluisterd. Uh, Want well, ik dacht, Wartje, hij, hij weet wel heel veel of zo. Blijkbaar. Ik ken niet alleen de sporters, hij weet ook wat de vriendinnen doen en zo. Dus, uh, ja. ja, ze heeft vroeger nog gaan babysitten bij, uh, bij zijn zoontje. Dus in uh, ja. is Ah, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ik moest even denken, zij was gaan babysitten bij zijn zoontje. Ja, 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 ja. Uh, Alexander, nog dingen die, die dat je kwijt wilt aan de luisteraars? Uh. Goh. Als je sport probeer je gewoon super veel plezier te hebben en uh, probeer het samen te doen. Want uiteindelijk is dat nog altijd een beetje mijn drijfveer ook. We zitten met een super toffe groep voor te trainen. Um, want zonder die jongens zou ik zo waarschijnlijk al lang gezeten Want ik zie het niet meer zitten. Want het is wel soms hard labeur. En uh, ja, door het samen te doen en zo plezier eruit te halen, denk ik dat dat het mooiste is dat je, naar je het terug kan uitkrijgen. Ja. Ik wil nog, nog vragen. Um, mannen die bij defensie zitten, die, uh, ja, Gellen moet een halve dag per week, als je in het land zij, ja. waar zijn die? gekazerneerd? Ge Everen. Maar dat is nog niet, eens, nog niet eens bij de deur. Nee, een... ja, het probleem is: wat, ja, ik, ik, train, ik train in Gent en het zijn, het zijn geen kazernes meer in, uh, in Oost-Vlaanderen of ja, Havre um, dus is de... En ze hebben ook nu ze hebben wat veranderd, al de topsporters komen nu samen ook in Everen. Um, dus het is vooral daar dat we, dat we gestationeerd zijn. Ja. Ja. En uh, Frey Van Lierden is er een baas? Zeker? Ja, dat is, uh, dat is mijn chef. <laughs> zal vooral onthouden hebben dat je Retlon. Uh... Ja, wie weet. Uh, ik heb al gezien dat Average drop en al ook, uh, aan het terrein is bij hem. Dus uh, ik denk dat die eerst dat hij misschien wat werk gaat hebben met die jongens voor ze in een kunnen opwerken. je had ook nog uh, sporen teruggevonden van. Uh... Alexander, die uh, af en toe mountainbikt. Ah, ja, dat is juist. Ja. Op een Instagram. Ja, ja, in de winter ga ik vaak gaan mountainbiken. Uh, omdat dat, dat is wel goed als training voor ons. En uh, dat is wel wat op en neer in, in de modder en zand en zo. Dus er er ja, is... toertochten? Of, of, uh... Uh, ja, meestal een toertochtje dan in het weekend. Um, maar ja, ook max 50, 55 kilometer. Allee, het is niet... Ik moet niet echt in, in die duurtraining gaan. Voor mij is dat wel goed, zo wat, wat power en al. En als alternatieve training in, in de winter winteropbouw is dat wel goed. En ik fiets wel graag en kan dat nog een keer doen met papa en mijn broer. Dat is wel leuk om we op die manier samen nog een keer uh, iets aan sport te doen. Nou, ja, kun je goed sturen? Uh, nu beter dan vroeger. Vroeger lag ik soms een keer uh, in de modder uh, <laughs> te rollen te doen. Maar het is, uh, het is verbeterd. Ja, en toertochten is dat. Is dat doorrijden of is het... Uh, of is het... Um, het hangt er wat vanaf. Als ik bijvoorbeeld mee fiets met papa, is vooral dan de zware stukken bijvoorbeeld die naar boven gaan of, of die wat vettig liggen. Daar probeer ik dan echt ja, de power in te steken. En dan is het soms wel wachten op, uh, op de papa totdat hij terug uh, kan aansluiten. Oh, en dan ik zo dat... terug door. Ik wou het vragen, ben jij supergoed in klimmen tot een minuut? dan of? Uh, Daar ben ik denk ik niet zo slecht in. Ik denk wel dat ik uh, daar wel iets van wil kunnen. Zo'n ja, zo. Zo arrivée, zo licht omhoog zo. <laughs> en dan... <laughs> Ja, want alleen wij gaan vaak gaan fietsen richting uh, Camelberg en zo, Rodeberg daar, dan daar even fietsen en terug. Dus dat zijn ook zo wat, wat die inspanning, minuutje, minuutje en een half en dan op gemak uh, terugkeren. Dus dat sluit wel wat aan bij ja. 400 meter. gegeven. De Camelberg is volgens mij veel beter bereikbaar met een mountainbike als met een koersfiets. Ja, ja, ik rijd er soms op met mijn mountainbike, gewoon op de cassé soms uh, soms wel lastig met de koersfiets. Ik ben ook een van de weinigen die de slechte kant naar beneden moest rijden. Ja. De slechte kant is inderdaad. Over Jimmy Kaspar en zijn tanden. Ja. Maar Jimmy was daar al gevallen. En dan in de zomer was het Ledigem, Kemmen, Ledigem. Een juniorenkoers. Wij moesten daar nog gewoon wel twee keer naar beneden in de regen. Dus ja. Nou, Sapper dan moeten we. Verplicht van ons management nog zeggen uh, dat de inschrijvingen voor de jogclub Ultra open zijn. Juist. Um, ja. Inschrijflinkjes te vinden online, denk ik. In de en in de show notes. In de show notes. Ja, voilà. We hebben ja. nog eens met show notes uh, goed opgelost: uh, chocovid.be. Wat <laughs> houdt uh, er nog in? Ja, wat hadden we hier nog? Uh, uh, Pursana. Pursana. Uh, ja. En een trainingsgroep, hoe noemt het trainingsgroep? Athletics Next. Wow. Oké. Alexander, dikke merci voor naar hier te komen. Ze heb jij ook merci om het station onderdoor te gaan? Alsjeblieft. Deze was het voor mij voor deze week. Tot volgende week. Willen ze nu of willen ze niet? Doe het of doe het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldkampioen worden. Ja, rijdt vijf uur. Te snel voor ons. Stoke! Stay on your fight! Sred ka! En nog net! Jeff, doen is hier, Jeff! Wat is er mis met Dumoulin? Hollands poepen. Hij heeft diarree. Don't stand on my dog, or I cut your head off. Daar is hem, daar is